Yes, we're live. Mooi. Nou, hallo luisteraars. Welkom bij wederom een nieuwe aflevering van Eindbazen. We hebben vandaag weer een superleuke gast in de studio die hier al eerder is geweest. Bas, welkom. Dankjewel. Professor Leadership en... Management Development. Op Nijenrode. Op Nijenrode. En we gaan het vandaag over een heleboel interessante dingen hebben. Van The Devil Inside tot duurzaam presteren. En natuurlijk misschien ook nog wel even over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ik hoorde je in de voorbespreking maar interessante dingen daarover zeggen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik even twee bedrijven benoemen die deze podcast mede mogelijk maken. We worden inmiddels gesponsord door een aantal bedrijven. Daar zijn we echt super blij mee. En een van onze sponsoren is Blockboosters. Zo'n club waar ik vanuit 12 heeft ook samen mee werk momenteel. En wij worstelden met ons Google Ads beleid op het internet. Het is nogal een weerwar van technieken, methoden. En je moet er bijna een dagopleiding voor volgen om het helemaal te doorgronden hoe je dat optimaal doet. En deze boys begeleiden ons bij het hele proces. En wat ik heel fijn aan vind aan samenwerken met Blockboost is dat het op basis is van prestatie. Niet dat ik een hoge voorinvestering moet doen van een paar K. En dan is het maar afwachten wat ik er nadat ik er ook nog eens een keer advertentiebudget in moet gieten, wat er uitkomt. En als er ondernemers zijn of organisaties die dit horen, denken, oh, dat vind ik ook interessant. Je kunt bij Blockboost dus een vrijblijvende analyse aanvragen. En dan helpen ze jou en je bedrijf mee naar de volgende stap. Nou, en zo worden we ook mede mogelijk gemaakt door Data Protection Passionist van Alexander Sturing. Ik denk een van onze meest trouwe fans. Die hoorde dat wij adverteerders nodig hadden. Die zei, oké, ik ga jullie helpen. Wat kost het om 2 jaar adverteerder te worden bij jullie? En we zeiden, nou, daar kunnen we wel een leuke deal over maken. En Alexander luistert graag naar de podcast omdat hij zelf ook ondernemer is. Hij haalt er veel lessen uit. Dus ik denk dat hij uit deze podcast ook weer de nodige dingen gaat halen. Maar hij heeft een mooi bedrijf als het gaat om privacy management vraagstukken. Of het nou trainingen, administratieve ondersteuning of audits doorkomen betreft. Alexander en zijn club helpen je daarbij voor een aantrekkelijke maandelijkse fee. En als je dat op dit moment ook wel kunt gebruiken, een stukje ondersteuning erin, neem dan contact op met Alexander op LinkedIn of kijk even op zijn website dppbv.eu. En als je ook eventjes laat vallen dat je via ons komt, dan doet hij nog wat leuks met het tarief, heeft hij beloofd. Dus doe jezelf niet tekort daar. En de laatste club waar ik het even over wil hebben is 12 Waves. Van mezelf, zoals jullie weten, onze practitioner ronde in september. Die zit inmiddels vol en die is gestart. Maar we beginnen in januari weer met de nieuwe. Dus als jij voor jezelf een stukje leiderschap, persoonlijke effectiviteit, duurzame inzetbaarheid wil oppakken, neem eens een keer een kijkje op 12waves.academy en schrijf je in voor de practitioner ronde die in januari start. Superleuk, we zijn inmiddels NETO en Cerkebo geaccrediteerd. Dus onze opleidingen mogen we inmiddels ook voorzien van certificaten. En ik vind het erg leuk om te zien dat ik op LinkedIn nu regelmatig mensen voorbij zie komen die onze certificaten posten en daar ook erg trots op zijn. Dus dat doet mij persoonlijk erg deugd. Maar mocht je daar zelf ook een stap in willen maken, check it out. Oké, dat waren de huishoudelijke mededelingen volgens mij. Ik zit even te denken, dat ging vlot, toch? Ja, toch? Ik zit even te denken, deze komt waarschijnlijk uit nadat de docu al uit is. We gaan een docu uitbrengen. Ja, voor ons is dat nu aankomende zondag, maar waarschijnlijk voor de luisteraars is dat of vandaag of was het vorige week zondag. Maar als je het nog niet wist en je hoort dit nu voor de eerste keer, we hebben een docu uitgebracht. Wilskracht gaat over Wigert, zijn reis richting de selectiedagen van het Korps Commandotroepen en hoe hij het daar gehad heeft. Leuk. Ja, zeer inspirerend, maar kan ook zeker met het nodige leedvermaak worden bekeken. Okay. zeker een aanrader. Dus als je hem nog niet hebt gezien, go check it out. Oké. Laten we doorgaan naar de interessante dingen waar jij ons potentieel het nodige over kunt vertellen. En misschien niet het meest leuke om mee te beginnen, maar wel even iets wat me kietelde. Want we waren even aan het voorbespreken straks. We hadden het natuurlijk even over de situatie in de wereld. COVID, je komt van het Nijenrode, studentenleven heeft daar ook wat mee te maken. En nou, jullie hebben daar wel het nodige gedoe weg te koppen gehad. En een van de dingen die je daar straks zei, waar ik zelf me de laatste tijd nog wel eens wat dingen over hoor zeggen. Van ja, iedereen heeft het over een recessie, maar ik zie het nog niet. Nou, Nijenrode weet wel iets over de economie als het goed is. Ja. En daar wou ik toch even, los van de onderwerpen die ik had voorbereid, even een klein zijsprongetje naar maken. Ja, want daar schijn je wel iets van te weten. Wat verwacht jij dat ons daar op de korte termijn en de middellange termijn te wachten staat? Ja, nou, laat ik beginnen met dankzeggen dat ik hier vandaag mag zijn. Ja, tuurlijk. Het is een eer en een genoeg om weer terug te mogen zijn. Voor een tweede keer is dat nogmaals een hele eer.
Je vraag beantwoordend. Ja, ik heb een boek geschreven, The Devil Inside. Maar de presentatie die ik tegenwoordig meer geef is The Devil Outside. Okay. En ik ben ingedoken. Hadden we dit al kunnen voorspellen? Hadden we deze pandemie kunnen voorspellen? Hadden we een recessie kunnen voorspellen? Hadden we et cetera? Vanzelfsprekend. En ook daar kun je over twijfelen, pandemie. Want het is exact 100 jaar geleden dat de Spaanse griep is uitgebroken. Mm-hmm. En daarvoor zitten ook bepaalde cycli in dit soort dingen. Hetzelfde geldt voor economische cycli en gedragscycli. Als je gaat kijken na de Tweede Wereldoorlog omtrent economische cycli, dan zie je dat er elke 9 tot 10 jaar een economische cyclus plaatsvindt. Mm-hmm. De laatste is geweest eigenlijk van 2009 tot 2014. Dat was een hele lange, eigenlijk een U. Dus ik eerlijk gezegd had hem al verwacht in 2019. Mm-hmm. Ook daarvan kun je zeggen, goed, de Europese centrale banken die hebben inmiddels een impuls in de economie gestopt, waarom trend ook cycli niet helemaal meer werken zoals ze mogelijk zouden kunnen werken. Mm-hmm. Maar dat we een recessie hadden zien aan kunnen komen, vanzelfsprekend. Als je gewoon kijkt naar bankroetcijfers, naar werkloosheidscijfers, naar de AIX, dan zie je continu een cyclus van 9 tot 10 jaar. Mm-hmm. Dus dat we deze hadden kunnen zien aankomen, wel degelijk. De oorzaak is continu een andere. Dat is de dotcom-crisis in 2000. Ik was toen nog ondernemer. De bankencrisis in 2008, 2009, ook toen was ik nog steeds ondernemer. En eigenlijk zie je dat je elke 10 jaar zo'n cyclus kunt verwachten. Mm-hmm. En de enige, wat ik dan zou kunnen doen vanuit mijn huidige functie als wetenschapper, is om die dingen te analyseren, om te zien van oké, wat staat er dan mogelijk ons te verwachten als we op basis van de gegevens uit het verleden een trend zouden kunnen maken naar de aankomende jaren. En dan zie je dat heel duidelijk. Bijvoorbeeld in 2000 werd er een dotcom-crisis verwacht. Mm-hmm. Wij hadden in 2002 nog steeds een zwarte cijfersjaar. Pas in 2003 kwam de klad erin. Hetzelfde geldt voor de bankencrisis. In 2007 begon het eigenlijk al. In 2008 vielen die banken als Lehman Brothers, Fannie Mae, et cetera. In 2009 pas viel de AIX terug naar ongeveer 200. En het duurde tot 2014 dat de werkloosheidscijfers hun maximale punt bereikten. Oftewel, er is een soort van kaartenhuis. Er is een incident en dan valt de eerste kaart en dan achter elkaar valt het als een domino achter elkaar neer. Dus als je dan de cijfers achter elkaar zet, dus de AX bijvoorbeeld, om die als graadmeter te nemen, stond in 2000 nog op 700. Stond in maart 2003 op 195. Mm-hmm. 2,5 jaar later. In 2007, 2008 de bankcrisis. In 2009, in maart 2009, de AX, ook van dat getal ongeveer, terug naar 215. We zijn in januari begonnen met de AIX op 6,29 uit mijn hoofd. Volgens mijn voorspellingen zou de AIX terug moeten vallen naar december dit jaar rond 5,50. Om eind 2021 terug te vallen naar 3,50. Om pas in 2022 echt het bodemniveau van 200 te bereiken. Mm-hmm. We gingen van een werkloosheidscijfer in januari van 2,9%. We zitten nu op ruim 4. Ik verwacht dat we boven de 10% gaan uitkomen. Hmm. Waarom heeft dat dan zoveel tijd nodig? Dat heeft te maken met gedragscycli. Ik gebruik vaak de rouwcyclus als de Kubler-Ross-cyclus. Maar eigenlijk heeft het te maken simpelweg met we onderdrijven. We ontkennen eigenlijk de huidige situatie. Het valt allemaal nog wel mee. We gaan gewoon door met spenderen. We kopen nog gewoon huizen. We gaan nog gewoon op vakanties zodra we kunnen. We gaan gewoon naar het restaurant toe. We houden de werknemers nog steeds in ons bestand. Om later, als die echte klap komt, leveranciers gaan failliet, klanten gaan failliet, betalingen van facturen duren. Op een gegeven moment gaan we overdrijven. En dan ga je het in één keer, bijvoorbeeld in zo'n beurs, gaat het in één keer, in één dag, met 250 punten naar beneden. Mm-hmm. En dat zie je ook met ontslaggolven. Dus ik vermoed dat we pas in 2022 de echte klap te zien zullen gaan krijgen. Oké, okay. Dat is niet zo mooi. Nee, maar wel dus voorspelbaar. Ja. En dat zou dus in mijn optiek een hele... We gaan het zien, hè. Dus ik ben geen glazen bol specialist, laatst alles behalve. Mm-hmm. Maar op basis van analyses, en dat is iets wat wij doen binnen de wetenschap, proberen we te kunnen voorspellen met alle beperkingen van dien. Wat zou ons te wachten kunnen komen staan? Uh-huh. En ik ben bang dat dit een hele diepe gaat worden. Mogelijk een V.
Dus snel erin, snel eruit. Ja. En gezien de impulsen van die centrale banken vermoed ik dat eerlijk gezegd ook. Mm-hmm. Maar dat de klap nog gaat komen, is me volkomen duidelijk. Ja, oké. Okay. Ik heb daar een aantal vragen over. Ten eerste geredeneerd als zijnde ondernemer. Ik weet dat veel ondernemers hier naar luisteren. Ja, leuk. Die denken natuurlijk, oh jee. Het was al een beetje lastig de laatste tijd. Ja. Ik zie al issues in mijn cashflow. En dan ga je me nog vertellen dat als het straks weer terug is naar normaal, dus er is weer wat meer veiligheid waardoor mensen wat losser worden, ja, dan zien we het echte negatieve impact zien we pas over 2 jaar. Ja. Dus dat betekent minder opdrachten inderdaad, langere betalingstermijnen, dus je cashflow, ja, zal waarschijnlijk stagneren. Ja. Ik ben ook een zelfstandig ondernemer. Wat adviseer je aan mensen die zich in een dergelijke positie bevinden, dus ondernemers, wat adviseer je die? Eigenlijk een aantal dingen. Repareer het dak nu het nog de zon nog schijnt. En ik gebruik daar vaak het, alles heeft te maken met, we gaan het ook hebben over wilskracht en over doorzettingsvermogen. Ja. Alles heeft te maken met mindset. Zorg ervoor dat je heel snel uit die ontkenningsfase terechtkomt en doorschakelt in die rouwcyclus naar de acceptatiefase. Dit gaat gewoon gebeuren. Om nu het dak te repareren voordat het te laat is. Om te zeggen hoe fout ik het zelf heb gedaan. Dus in 2000 zag ik die recessie binnenkomen. Maar het viel me enorm mee. En ik had alleen maar goede jaren gehad. Alleen maar positieve cijfers laten zien. Toen vlogen die vliegtuigen New York binnen. 2001. Toen dacht ik van, nu is het erg mis. Maar 2002 hadden we nog steeds een positief jaar. Het was stukken moeilijker. De markt was al met 30% gezakt. In 2002 was ik ongeveer 80% van mijn markt kwijt. Toen pas. En ook grote partijen, grote leveranciers en klanten gingen failliet, waardoor ik echt moest afschrijven op mijn facturen. En toen ging het heel hard. Ik dacht in 2001, 2002, schouders eronder, goed leiderschap, bevlogenheid hoog, voorbeeldgedrag, komt wel goed. Mm-hmm. Wilskracht. Ja. Eerlijk gezegd, beter nog, toewijding. Wilskracht had ik pas later nodig. En toen het helemaal instortte, toen zag ik wel, ja, goed, de oplossing lag eigenlijk in mij. Ik had veel sneller moeten schakelen. Dus wees zacht voor je mensen, maar wees hard op de business. Mm-hmm. Dus je zult waarschijnlijk niet ontkomen om je af te slanken naar een niveau waarvan jij kunt zeggen, oké, dit is 50% minder omzet. Met 50% minder omzet, hoeveel kosten mag ik nog maken om nog steeds break-even te geraken? Ja. En dit is eigenlijk mijn opdracht richting ondernemers. Maak dat sommetje van jezelf. Dus wat vele bedrijven verkeerd doen, veel ondernemers verkeerd doen, wat ik dus zelf ook verkeerd heb gedaan. Ik bedacht van, oké, waar kan ik op bezuinigen? Maar elke uitgave die je hebt gedaan, heb je met een bepaalde reden gedaan. Mm-hmm. Dus als je elke post langs moet gaan, dan kom je dus met jezelf in een discussie. Nee, die post heb ik uitgegeven daar en daarom. Als je het omdraait en een mindset creëert, nee, ik ga dus niet met mezelf in discussie omtrent welke posten wel of niet. Ik mag nog maar 50% uitgeven van wat ik gedaan heb. Ja. En dan bouw je het vanaf daar weer op. En dan zul je zien dat je niet praat over bezuinigingen, maar eigenlijk om een fundament te houden wat je doet overleven. Ja, je gaat je processen opnieuw analyseren. Je gaat kijken hoe je de waarde kunt leveren met minder effort. Je gaat ervoor zorgen dat je uitgifte of je spil of je wat het ook maar is wat je allemaal je kosten omhoog drijft. Daar ga je gewoon eens kritisch naar kijken. En het feit dat dat perspectief benadert is misschien nog niet eens zo heel slecht dat het sommige bedrijven nu misschien boven het hoofd hangt. Omdat je waarschijnlijk ook gaat constateren dat je al die tijd met veel minder waarschijnlijk hetzelfde had kunnen doen. Wellicht, maar goed, iedereen heeft natuurlijk groei voor ogen. Hè? Dus groei is een bepaalde accelerator van energie. En energie is weer een accelerator voor de nieuwe mogelijkheden, et cetera. Dus dat we met elkaar allemaal kijken naar kansen en mogelijk ook bedreigingen. Maar met name kansen in die groeifase, dat is heel gezond. Ja. Krijg je positieve energie van. Je hebt zin om dingen weer aan te pakken. Dus stuurt de bevlogenheid op je. Als je continu alles moet afwegen en je komt in een controleachtige omgeving terecht. Ja, dat doet de bevlogenheid ook niet goed. Dat doet de groei ook niet goed. Dat doet et cetera. Dus dat we met elkaar proberen te groeien, dat is duidelijk. Alleen dit zijn fasen. Ja. En die levensfase en groeifase. Daarmee hebben we rekening mee te houden. Ja. Hoe zou jij in dat kader kijken? Want ik kan me voorstellen. Een van de dingen waar ik me over heb verbaasd zo af en toe. Ook in het doen van deze podcast krijgen we ook wel met ondernemers te maken. En dat is toch ook nog best wel veel. Dat spotten zij in de markt. Maar een aantal hadden er zelfs ook last van. Dat hun runway, dus de periode dat ze zichzelf kunnen bedruipen met hun spaarmiddelen. Als zijn een zelfstandig ondernemer zonder een werkgever die je daarin voorziet. Ja. In sommige gevallen maar 2 of 3 maanden is. Ja. En dat is niet super lang. Nee, ik kan daar wel een algemeen getal op hangen. Een gezond bedrijf, een supergezond bedrijf, dat 50% solvabel is. Ja. Dus van het totale vermogen is 50% eigen vermogen. Ja.
die staat er fantastisch voor. Dus om bij een bank terecht te komen als kennisorganisatie. Ja. Dus dat is een belangrijke toevoeging. Dus als kennisorganisatie om bij een bank een krediet te krijgen, heb je ongeveer 30% solvabiliteit nodig. De banken zelf hebben dit met ongeveer 12%. Okay. En ze komen van 7-8. De Rabobank werd AAA geacht met 8% een aantal jaren geleden. Ja. 90% dus 30% geleden. Is heel hoog. 30% heel is heel hoog. Hoog. Ja. Dus de meeste organisaties hebben dat niet. Maar stel dat je 50% solvabel bent, dus eigenlijk gigantisch goed voorstaat. En je bent 20% rendabel. Van elke 100 euro omzet is 20 euro winst. Ja. Dan nog sta je, om in jouw voorbeeld te blijven, 3 maand voor je eigen faillissement. Als er 3 maand geen inkomsten binnenkomen, of je hebt te maken met een klant die 3 maanden aan omzet, die je moet afboeken vanwege zijn of haar faillissement. Ja. Is het over en uit. Dan mis je dus die 50% solvabiliteit. Zo hard gaat het. Dus er wordt vaak geklaagd, ook sommige collega-professoren van andere universiteiten, die zeggen, ja, als je jezelf niet eens 3 maanden kunt bedruipen. Kijk, voor een pandemie kun je niet eens verzekeren. En ik vind dat dus theorie voor de bühne. Kennisorganisaties die 50% solvabel zijn, die zijn er bijna niet. En als je te maken krijgt met een gemiste inkomsten van 3 maanden, is dat voor bijna elke kennisorganisatie is dat fataal. Ja, ja. Snap ik. En stel je voor, je staat nu voor de keuze. Hè? Een aantal bedrijven, ik heb recent ook mijn bedrijfsresultaat weer gezien. Ik heb wat beschikbare middelen. Ik sta voor de keuze. Wat ga ik mee doen? Ga ik ermee investeren nu? Hè? Ik heb wat plannen om misschien wat met vastgoed te gaan doen. Of hou ik het gewoon lekker wat het is en zet ik het op de spaarrekening? Ja. Want daar kan ik mezelf minstens een jaar van voorzien. Ja. Of zet ik de helft weg, maar geloof ik ook nog in het rechttrekkende vermogen van de markt. Want ik denk ook aan mijn oude dag. Ik heb een financiële roadmap en ik wil een x-bedrag aan beleggingen per jaar wegzetten. En dat is elk jaar wat meer. Maar ja, mijn account is naar beleggen. Ik zou er misschien nog heel eventjes mee wachten als ik jou was om even te kijken. Maar als je die drie opties zo bekijkt, wat is dan, gelet op wat er op de horizon ligt, een optimale strategie? Cash is king. Cash is king. Ja. Gewoon lekker op de rekening houden. Ja, dus we zitten met elkaar aan het einde van de herfstfase. Winter is coming is wat je zegt. Winter is coming. Okay. Is eigenlijk naar aanstaande. We zitten met z'n allen nu in die ontkenningsfase. Dus we zien wel de eerste sneeuwvlokjes, maar denken nog steeds dat het ijs staat nog steeds boven de 55. We krijgen steun van de overheid. De nauwregeling. Aantal ontslagen valt ook nog wel mee. 4,5. Dat kan allemaal nog wel. Ja. Maar er gaat nu om een klap komen. Dus die cash is king. Er komen ook heel veel kansen. Hè? Dus als je nu ziet, de winter is komende. Na elke strenge winter komt er een prachtige lente. Mm-hmm. Alleen die lente moet je wel zien te bereiken. En als jij als organisatie, als individu, een mindset kunt ontwikkelen van, ik kom die winter met gemak door. Ik maak het zelfs een beetje cozy voor mezelf door die cash is king strategie aan te houden. Ja, want je weet het nu al. Hè? Je hebt 2 jaar de tijd om hier wat aan te doen. Ja, dus terugbrengen van je kosten. Zorg dat het rendement nog steeds hoog blijft. Als je met een rendement van 12% begint of 15% begint, ja, dan zit je, en dan duurt het langer om op nul te geraken. Ja. Zit je nu op 3-4% rendement, retailmarge, ja, dan zak je eerder door het ijs. Dan heb je nu de zaak al gereorganiseerd tot een rendement van nu, en deze fase dat het nog relatief goed gaat. Ja. Van 12-15%. En iets wat me vaak om de oren mee wordt getikt, en waar ik nou even niet meer zo goed weet wat ik ervan moet vinden. Geld lenen is nog steeds heel goedkoop. Yeah. Dus je zou nu, stel je zou willen investeren in iets van vastgoed op dit moment, en je kan daar tegen een relatief gunstig tarief geld voor krijgen. Yeah. Is dat dan nog een is dat nog snugger om te doen? Omdat je weet dat er iets gaat. Die lente komt er ook weer aan. Ja. Snap je? Ja, ook die cijfers heb ik in kaart gebracht. Hoe doet de woningmarkt het? De vastgoedmarkt in die cycli van economische voorspoed en daling. En dan zie je dat eigenlijk een 1,5 jaar later, 2 jaar later, na zo'n flinke dip. Dus na 22, in 24 ja, ongeveer? Dus mijn voorspelling is dat in 2022 de vastgoedmarkt eigenlijk gemiddeld genomen maar ongeveer 8-10% gedaald is. Dus je ziet een kleine daling in 2010, 2011, 2012. Ja. Maar de vastgoedmarkt was in 2015, 2016 alweer hoger. Dus de vastgoed, en dat heeft te maken met, zeker nu met die lage rente, en ook gewoon de beperkingen van het aantal objecten wat je kunt kopen in Nederland. We zijn een klein land met de schaarste. Maakt dat die vastgoed minder snel daalt, minder hard daalt en sneller weer bijgetrokken is. Volgens het verleden, nogmaals, ik ben geen glazen bol voorspeller. Maar de cijfers kan ik overhandigen trouwens in deze voor deze podcast. Of mensen kunnen dat opvragen. Ik heb het allemaal inzichtelijk gemaakt. Het is hartstikke leuk om te doen trouwens. Maar die vastgoedmarkt is eigenlijk degene die hier in Nederland, maar dat geldt ook voor een aantal Europese landen, het minst beïnvloed, geïnfecteerd raakt door een recessie of zelfs een depressie.
Ja. Dus de vraag beantwoorden, dan moet ik nu stoppen met geld in vastgoed. En de markt stijgt nog steeds. Alleen, ik zou daar een jaar of twee mee wachten, want dan kun je het vastgoed tegen 10% minder aanschaffen. Ja, en als je echt heel Machiavelliaans erin zit, weet je dat in die periode waarschijnlijk de mensen die het in bezit hebben ook meer onder druk staan. Ja. Dat is wel een hele slechte manier van redeneren. Nou, kijk, in de wetenschap is er geen goed en geen fout. Het is. Het is game theory. Ja, en in die zin, the winner takes it all. En dat is ook een beetje de paradox waarin we momenteel leven. En daar heb ik wel eerlijk gezegd wel een mening over. Maar het geld is nu zo goedkoop. Dus mensen die geld kunnen lenen, kunnen dus op basis van verstandige investeringen, zelfs in slechte tijden, een goed rendement halen. Ja. Ja, de afweging erbij die ik dan maak van ja, maar de geldlening staat natuurlijk ook wel weer een uitgifte in je cash tegenover. Ja. Dus je moet zorgen dat die toename in je kosten, want je zei net, maak je kosten leaner. Ja. Je doet wel een toename in kosten, maar als het rendement er daarna is, als je die periode door kunt komen. Kijk bijvoorbeeld naar huurinkomsten, dat zal kunnen zijn. Dat stel dat je een vastgoed koopt in Spanje bijvoorbeeld nu. Dan kun je tegen 2 tot 2,5% ongeveer 2/3, in sommige gevallen zelfs 3/4, kun je het object aanschaffen. 2% rentekosten. En de huurinkomsten, die zijn nu nog steeds hoog. Maar dat zometeen ook waar het toerisme in Spanje terug gaat vallen, is ook duidelijk. Ja, zeker. Maar 2% uitgaven is natuurlijk, renteuitgaven is natuurlijk minimaal. Ja. Dus in die zin is het geld gewoon momenteel veel te goedkoop. Historisch gezien zeker. En dat geeft ook aan dat de klap moet een keer echt gaan komen. Ja. Alleen verwacht ik die de aankomende decennia. Ik eerlijk gezegd ook niet. Nee. Maar we lenen geld momenteel als water over de hele wereld. Hè. Ja. En wat verwacht je in dat opzicht op de beurs? Zal dat corrigeren? Kijk, beleggen is mij ooit uitgelegd. Kijk naar beleggen in de menselijke geschiedenis. En constateer dat die grafiek altijd van links naar rechts boven gaat. Ja. Maar hij is grillig. Maar hij gaat uiteindelijk altijd rechts naar boven. Mogen we die megatrend nog altijd blijven verwachten? Ja. Of is het wel verstandig? Je zegt cash is king. Nou, ik heb ook wat belegging. Kan ze nu ook terugtrekken? Snap je? Heb ik gedaan. Ik heb alles eruit gehaald. Oké. Ja. Bewust. Dus je kunt gokken nu. Hè, dat is een soort van casino. Soms is het leuk om daar nog een theorie op te plakken. Ja. Dat er de blijven spikes komen. En dat zien we dus ook in die cycli van de afgelopen 40 jaar. Die ijs ging niet in één keer terug naar beneden. Die ging naar beneden en die ging weer een stukje omhoog en die ging weer naar beneden. Dus we komen van 6,29. We hebben op 400 zoveel gestaan. We zitten weer terug op 5,50. Nou, als je die laatste spike naar boven weer hebt gepakt, is dat al een mooi rendement. Ja. Alleen dan moet je wel zoveel gevoel hebben voor de beurs. Ik heb dat niet. Nee, ik ook niet. Maar ik heb een Bink automatisch beleggingsfonds. Ja. Ik heb daar, ik geloof, 1,5 jaar geleden eens een keer 20 ingegooid. Ja. Dat is inmiddels 30 geworden. Dus dat is een achtelijk rendement. Ja. En als ik jou zo, ik zat dat denken, wat ga ik nou doen dan? Want dan moet elk jaar wat mij betreft 10 à 20 bij. Mm-hmm. Maar als ik jou nou hoor zeggen, is het veel slimmer om dat gewoon lekker eraf te halen en op je bankrekening te zetten. Ja. We noemen dat de loss aversion theorie. Die speelt ook in het casino. Ja. Dus we genieten eigenlijk nauwelijks van de winst. Maar we zijn ontzettend bang om de boot te missen. Ja. En daarom zie je dus ook op de woningmarkt dat mensen kopen op het slechtste moment. We kopen 3 keer zoveel woningen op het slechtste moment ten opzichte van het beste moment. Ja. En dat is absurd. Maar het heeft te maken met de irrationaliteit van ons wezen. De loss aversion theorie van Kahneman verklaart dat prachtig. Waarom gaan we maar door in het casino als we op verlies staan? Puur om dat verlies te beperken. Want het wordt nog groter. En als je jezelf kunt resetten, dus een mindset kunt ontwikkelen dat je niet in die irrationaliteit meegaat. Je probeert gegevens te analyseren voor jezelf of aangeleverde anderen. Waarop je kunt zeggen, oké, dit is de beste verwachting die je kan maken en kan anders lopen. Dan is het beste in mijn optiek om gewoon 2 jaar te wachten op de beurs. Dat ding tot 200 te laten terugvallen. Om dan volle bak in te stappen. En dan weer, want dan heb je je cash nog op de waarde die je en je rendement heb je. Ik snap hem. Je pakt 250%. Ja, je zag me de actie noteren. Ik weet wat ik moet doen. Ik zie je schrijven. Ja. Nogmaals, op basis van afgelopen 40 jaar. Het kan dit keer anders zijn. Ik vermoed van niet, want de impulsen zijn alleen maar sterker. Ja, en laten we daar dan nog even over hebben. Want daar had ik aan de andere kant ook een vraag over. Ik ben een commercieel econoom. Ik heb de klassieke macro-economie en zo heb ik allemaal gehad. Je hebt dat net over de Centrale Amerikaanse Bank. Toen ik dat allemaal geleerd kreeg, hadden we het nog over Keynes, overheidsuitgaven om dit te nivelleren. Ja. Wat kunnen we daarin verwachten, denk je, op zowel Europees als op landelijk niveau? En heeft dat überhaupt zin? Want ik begreep de dingen zoals Keynes zijn ook eigenlijk een klein beetje achterhaald. Nou, waar Keynes nu wel, en dat heeft meer met politiek dan met economie te maken gekregen. Dus we gaan weer terug naar een sterkere overheid. Een overheid die zelfs vanuit een VVD-optiek meer zich bemoeien met de markt dan ze ooit gedaan hebben. Het liberalisme lijkt
weer een stukje terug te moeten. Mm-hmm. Maar qua economie, we blijven dus geld printen. En het doet blijkbaar ook niks met de inflatie. En dat is een hele vreemde... We blijven de wat, zei je? We blijven geld printen. Geld printen, ja. Dus we geven geld uit het water. En dat geld komt er maar in grote getalen op de markt terug. En dat het ergens heen moet, is duidelijk. Dat gaat naar vastgoed, dat gaat naar de beurs. Maar het gaat een keer ondersteboven. Uh-huh. Je kunt niet door blijven gaan. Gaan wij dat nog meemaken? Gaan onze kinderen dat meemaken? Wie zal het zeggen? Maar het moet ergens vandaan komen. Mm-hmm. Maar als je geld kunt lenen tegen 2%, is het natuurlijk de noodzaak ook voor banken en overheden om te bezuinigen, om hun budget op orde te krijgen. Er is nauwelijks een stimulans om dat te doen. Mm-hmm. Maar zodra die inflatie gaan aanwakkeren, en dan komen alle Keynes-achtige theorieën weer boven tafel. Ja. Wie gaat die rente betalen? Gaan landen weer failliet? Het ziet er nu uit, en dat is ook een trend die een tijdje gaande is, dat bedrijven belangrijker geworden en gezaghebbender gaan worden dan landen zelf. Ja, megacorporaties bedoel je. Ja. Maar die beïnvloeden al langere tijd natuurlijk beleid op nationaal en internationaal niveau. En dat is natuurlijk ook interessant. Hoe verhoudt zich dat met een Keynes? Ja, en dat is wel nieuw ten opzichte van toen die theorie voor de eerste keer naar boven kwam. Ja, dat is wel interessant. Ja, want je zou zeggen dat als je weet dat over 2 jaar zo'n tijdshorizon aankomt, kun je nu vanuit de overheid potentieel al reserves maken om straks, wat je nu, en ik weet niet of je het op die manier moet doen, maar wat ik nu zie in de coronatijd is dat er veel geëxperimenteerd wordt met bijvoorbeeld Universal Basic Income. Mm-hmm. Zou misschien voor enkele zwaar noodbehoevenden straks in 2022, mm-hmm. Maar zo is een hele leuke oplossing kunnen zijn. Alleen vraag ik me ook altijd een beetje weer af waar die surplus dan van wordt weggeroomd. Het moet ergens vandaan komen, zoals je net ook al zei. Ja. Maar vroeger was er geen enkel idee over UBI. En dat zou je nu als overheid, als instrument potentieel kunnen inzetten om dat iets, dat geleden economische, de conjectuur, de afvlakking een beetje op te vangen. Of is dat niet handig? Nee, ik probeer me te onthouden van politieke statements of inzichten waar ik dan, waar ik vanuit leiderschap en managementontwikkeling wel op stuur, is energie, eigenaarschap en mm-hmm. verbondenheid. En als je die drie elementen ook in jouw suggestie eruit haalt. Dus als mensen alleen maar kunnen gesupport worden tot een bepaalde levensonderhoud, waar ze zelf geen energie meer hoeven in te stoppen. Mm-hmm. Waar ze eigenlijk ook geen eigenaarschap meer over hebben. We worden toch gesupport. En eigenlijk de verbondenheid met sociale omgevingen wegvalt. Ja, dan gaat het snel. Mm. En dan vervallen we met elkaar een bepaald gat van presteren, van leven. Dat mensen achterover gaan hangen en niet meer potentieel uit zichzelf halen, laat staan in de omgevingen. Is dit ook geconstateerd op basis van experimenten met UBI? Want ik begreep juist dat in bepaalde gemeentes hebben ze al wat mee gedaan en mensen gaan niet noodzakelijk alleen maar tv kijken. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk, en nogmaals, dan wordt het al behoorlijk politiek. Sorry. Nee, maar dat je moet blijven stimuleren om mensen die mogelijk genegen zijn om dat niet zozeer te hebben, of vanuit opvoeding en familiaire waarden ook niet zo gestimuleerd hebben gekregen, om al hun talenten te gebruiken, om mm-hmm. energie te moeten stoppen in het verwerven van een inkomen, als ze het aangeleverd krijgen. En daar zijn allerlei relaties mee te maken, ook op het gebied van gezondheid, voeding, et cetera. Dus ik ben echt, en dan zul je misschien al redelijk stoppen in het liberale hoekje, maar ik ben van energie, eigenaarschap, verbondenheid. En ik hoorde jou een begin verhaal over het verhaal van Wiegert bij de commando's. Mm-hmm. Als er één ding belangrijk is voor ons allemaal, dan is het doorzetten. Ja. En dat je een veerkracht, wilskracht, een toewijding, uithoudingsvermogen, volhardendheid, allemaal elementen van doorzettingsvermogen ontwikkelt om soms in jezelf te kunnen bedruipen. Je bent ook een voorbeeld voor je kinderen. Je bent ook een voorbeeld voor anderen. En als je zelf achterover kunt hangen omdat het je aangeleverd wordt, dan krijg je dus een bepaalde vorm van welzijn, mm-hmm. dat eigenlijk paradoxaal helemaal geen welzijn is. Dat is een soort val. Het is een voor mij een doemscenario. Mensen achterover leunen, gaan slechter eten, gaan minder sporten, krijgen aangeleverd, hoeven hun talenten niet te gebruiken, ontwikkelen minder optimisme, ontwikkelen minder eigenwaarde, minder zelfeffectiviteit, minder stressbestendigheid, worden nog afhankelijker. En zo creëer je dus een vicieuze cirkel waarin wij, denk ik, met z'n allen niet terecht moeten komen. Ja, misschien heb ik een bias. Omdat ik natuurlijk ook vanuit de podcast en dingen die ik doe, word je door mensen met een bepaalde mindset omringd. Mm-hmm. En als ik even zo naar die mensen kijk, denk ik, ik kan ze 2000 euro per maand geven. En denk ze, ah, dat is mooi. Dan kan ik dit, hoef ik dan even niet meer te doen. Dan kan ik me hierop gaan richten. Dan heb ik de handen vrij. En het is niet of ik ga meer sporten of wat dan ook. Maar wat ik jou eigenlijk wil zeggen is dat, het is misschien geinig, maar dat zal niet voor het gros van de mensen het geval zijn. Exact dat. Nou, het gros, dat weet ik niet. Maar in ieder geval voor een bepaald deel van de mensen. Ja. Kijk ik in jouw ogen, dan
proef ik de energie. Jij spuwt zin in het leven uit. Maar dat geldt niet voor allemaal. En er zit geen enkel etiket op van de eigen schuld. Mm-hmm. Mensen ook door hun eigen omgeving, opvoeding, et cetera, zijn niet altijd gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. En wat is er mooier in het leven om het beste uit jezelf te halen? Ja. Ja, ik denk dat echt een van de mooiste dingen is. Zelfontplooiing, superhoog in de Maslow-behoeftehiërarchie. Ja. Als je kijkt naar momenten waarop je echt op je allerbest hebt gevoeld, waren momenten dat je in dat segment dingen aan het ondernemen was en die lukten. Ja. Of als ze niet waren gelukt en je pakte het in de rematch, voelde het nog beter. Ja. Maar daar zat het wel. Nee, het ik weet niet of je dat boek hebt gelezen van Ryan Holiday. The Obstacle is the Way. Nee, niet hier. Ik ken hem wel. Ik ken zijn andere werk, The Daily Stoic. Goed. Dus ik ben heel erg van... dus ik ben ooit boeken gaan schrijven vanwege het boekje van Ben Tichelaar, Dromen durven doen. Mm-hmm. En ik wist als ondernemer, dat was in 2010, 2011, goed boek hoor, dus niks te halen daarvan. Maar de belangrijkste deed zat er niet in, voor mij als ondernemer. Dus ik was inmiddels een jaar of 10 onderweg. Mm-hmm. En ik miste gewoon de belangrijkste deed. En die belangrijkste deed is doorzetten. Ja. De meeste mensen dromen. Sommigen doen ook. Proberen. En anderen durven het ook. Maar doorzetten, dat is ongelooflijk belangrijk om te krijgen wat je wil. En als je ziet dat flow, we wensen allemaal in zo'n flow te geraken, dat dingen vanzelf gaan. Mm-hmm. Maar flow en obstakels zijn paradoxe tegenpolen van elkaar. Dus je hebt obstakels nodig om een echte flow te geraken. Ja. Dus als de lat te laag ligt, dan wordt het tevreden. En dan ga je tevreden verder en dan... En dat is het. Ja. Maar je moet dus obstakels opzoeken. Je moet een lat zo hoog leggen dat je in toestand van bevlogenheid eigenlijk in flow terechtkomt. Eerst met bevlogenheid. Dan denk je, dit is eigenlijk te moeilijk voor me. Bijvoorbeeld ik als ondernemer. Onlangs gepromoveerd tot hoogleraar. Shit. Ja, maar ik wenste dat niet eens te worden. Alleen mijn rector zei tegen mij, Bas, dat kun jij. Ik zei, ik kom van buiten. Academisch publiceren, dat is echt een... dingetje. Dus ik zag een enorm obstakel. Enorm obstakel. En ik heb er 3 jaar over gedaan om al die punten en de publicatie in die bladen van elkaar te krijgen. Het is me gelukt. Ik ben er nu hartstikke trots op. Ik blijf een ondernemer. Ja. Maar het is me wel gelukt om een obstakel eigenlijk te veroveren waarvan ik dacht, dit is voor mij echt onmogelijk. Mm-hmm. En nu ben ik er trots op. Dus een gevoel van euforie op een onderwerp dat eigenlijk niet de mijne was. Maar het is me wel gelukt. Ja. En als je dat als mindset kunt zien, je hebt een obstakel en je hebt flow. Maar beide zijn tegenpolen van elkaar. Dus een obstakel is een route voor je om te zeggen, oké, door middel van doorzettingsvermogen, welke vorm dan ook, mm-hmm. ga ik ermee aan de slag? Moet ik hem overheen? Moet ik er langs heen? Moet ik hem omarmen? Etcetera. Ja. Om op een gegeven moment in een staat te geraken, gaat vanzelf. Ja. Op een gegeven moment ging het echt vanzelf. Dan had ik een aantal treintjes lopen. Ik denk, hartstikke leuk dit. Ja. En op een gegeven moment heb je dat weer bereikt. En zei, oké, dan komt die Kiss of Death. Je hebt het mogelijk gelezen in mijn boek De Kunst van Duurzaam Presteren. Die heb ik nu volkomen. Mm-hmm. De Kiss of Death. Wat nu? Dan moet je weer op zoek gaan naar nieuwe obstakels. Ja. Om dat dan te linken aan het verhaal wat we net met elkaar gebezigd hebben. Ik wens mensen obstakels toe. Ja. Moeilijke dingen die ze zelf veroveren om een gevoel van trots te ontwikkelen. Van dit is me gelukt. Nou kan ik andere obstakels in mijn leven ook aan. En ik kan een voorbeeld zijn richting mijn omgeving om ook die weg te bewandelen. Ja, ja, er zijn, klopt. Je overwinningen, maar ook je falen identificeert je. Ja. Maar want een boel mensen, ik kan me voorstellen dat een boel mensen die blijven, ja, zo'n hoge lat, grote obstakels overwinnen. Maar wat ik ook heb geleerd in het verlengde hiervan is dat de manier waarop jij omgaat met iets wat niet lukt, identificeert je ook heel erg. Ja. En als jij keer na keer iets wat niet lekker gaat, toch in een win weet te veranderen, bouw je ook een bepaald beeld over jezelf daarin op. Ja. Ja, cruciaal. Ik heb dat beschreven in mijn boek The Devil Inside. We hebben allemaal te maken met duiveltjes, stemmen in ons hoofd. Die continu zeggen, wat lukt je niet, dat kun je niet. Ja. Gaat je toch niet gebeuren. Waarop wij dan terugvallen in een staat van, nou goed, dat wil. Het heeft geen enkele zin om eraan te beginnen. Dus die duiveltjes in je hoofd laten continu het verkeerde doen. Mm-hmm. En als je daar paradoxaal de tegenpolen bij kunt zoeken. Oké, ik hoor mijn stemmetjes. Wij kunnen onze stemmetjes in ons hoofd niet uitzetten. Maar ik ga er geen gevolg aan geven. Mm-hmm. Ik heb een brein, maar ik ben mijn brein niet. Dus in mijn ogen hebben we sowieso 2 persoonlijkheden. Eén is de brein die ons vaak dingen laat doen die we eigenlijk als destructief zouden kunnen beschouwen. Ja. En dan een wil, om terug te gaan naar Wiegert, om een wil te zeggen, oké, bijvoorbeeld de commando's, dat is zo zwaar. Ik heb een aantal van die filmpjes gezien van Wiegert. Jeetje, mina. Maar hij is super trots. Ja. Hij heeft meegedaan, heeft zichzelf overwonnen. Hij heeft het gewoon gefixt. Super trots. En niet alleen hij zelf, maar wij allemaal. Ja.
dat iemand dat zo kan doen en daar alles voor over heeft gehad om zo diep te gaan. Fantastisch. En Wiegert weet nu ook, dat is me gelukt. Kom erop met het leven. En dat is dus een ander fenomeen waar ik de laatste tijd veel over nadenk. En dat is het fenomeen van transfer. Dat als het zeg maar... ik zie veel mensen worstelen bijvoorbeeld in een professionele reis. En dan hebben ze last om daar een bepaalde voortgang te boeken. Ja. En ik weet wat jij moet doen. Volgens mij moet jij iets als je fietsen. Ga ze iets moeilijks doen in het sporten. Ga daar doen en ga daar voortgang boeken. Ja. Want dan zul je zien als dat wagentje gaat bewegen, trekt het dat andere wagentje mee. Ja. Nee, heel leuk en ook heel, heel belangrijk. Dat is de nummer 1 determinant voor duurzaam presteren uit mijn onderzoek. Kunst van duurzaam presteren. Zelfeffectiviteit. Ja. Om daar een voorbeeld te geven vanuit de sport. De zelfeffectiviteit is eigenlijk weten waar je heel goed in bent. Mm-hmm. En daar volledig op durven te vertrouwen om daarmee op basis van je sterke punten een bepaalde taak, opdracht te volbrengen. Ja. Dus ook nee durven te zeggen van weet je, dat ik zie die taak. Als ik het op die wijze mag doen, dan kan dat. Maar als ik het volgens jouw protocol moet gaan doen, ja, daar liggen niet mijn talenten. Dus ik zeg gewoon nee. Mm-hmm. Laat iemand anders het doen. Vanuit de sport dus, we hadden op Nijrode een sport leadership program. Waarin ook een aantal coaches zaten van wielrenploegen. Ja, zal ik de namen noemen? Denk ik niet eens nodig. Maar er zat dus een coach bij die een giga-renner in zijn, mm-hmm. in zijn team had. We praten over een jaar of 8, 9 geleden. En die bracht die kon enorm goed tijd rijden. En die volgde dezelfde trainingen en deed dezelfde dingen. En was absoluut een 8, toen al. Hij is later getransfereerd naar een andere ploeg. En het is nu een 9,5 of 10. Onze beste renner, denk ik, in Nederland. Oké. Okay. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben met name op zijn specialisatie, tijdrijden, gefocust. En door te focussen op zijn tijdrijden, is zijn al andere benodigdheden, bergop, vlakrijden, koersen, uitrijden, et cetera, ook verhoogd. Ja, dus stel dat een 6 was, vergeleken met zijn 8 op tijdrijden, is zijn tijdrijden nu een 9. Maar door zich te focussen op dat tijdrijden, zijn die andere facetten ook een 7,5 of 8 geworden. En dan word je in één keer compleet. En dat geldt voor ons ook. Dus als we weten, als je van jezelf weet, van daar liggen mijn krachten. Hè, bijvoorbeeld ondernemerschap. Ja. Ik heb 15 ondernomen. Alles meegemaakt wat je mee kunt maken. Ik weet hoe ik bepaalde prestaties moet kunnen leveren. Dan kan het dus, om je daarop te focussen, wat kan ik goed? Ik kan goed projecten maken. Ik kan goed van A tot Z, ik kan doorzetten. Mm-hmm. Dan lukt het ook om bijvoorbeeld academisch te kunnen publiceren, omdat ik gewoon een mindset kon ontwikkelen. Oké, dit is absoluut iets wat ik mogelijk... Maar ik kan wel doorzetten. Ja. En ik kan ook mensen bij elkaar zetten. En ik kan ook een projectteam bij elkaar zetten van mensen die veel beter zijn op bepaalde facetten dan ik op dat academisch publiceren. Maar ik kan ze wel stimuleren. Ja. En ik kan wel zorgen dat zij ook hun doelen behalen. Nou, et cetera, et cetera. Ja, dat wat de oplossing is voor een probleem in domein A, is dat vaak ook in domein B. Dus de manier om 1 tegenstander te verslaan is er op dezelfde, om 10.000 te verslaan. Trap in het kruis werkte redelijk universeel. Ja. Als dat de oplossing voor je probleem is. En dat geldt ook hiervoor. En die les had je al geleerd op andere fronten. En die nam je nu mee naar dit specifieke stuk. Ja. En wat er dan bij komt is deliberate practice. Dus dat je op 1 stukje, op 1 vakgebied... heel veel uren maakt vanuit verschillende invalshoeken. Dus vaak zeggen mensen... we hebben tegenwoordig meer generalisten nodig dan specialisten. Ik ben het er niet mee eens. En vaak is het denkwoord die mensen maken... dat je heel veel dingen doet... dat maak je een generalist. Maar zodra je heel veel dingen doet binnen een bepaald vakgebied... dan maak je dus de ultieme specialist. Juist. Alleen vanuit verschillende invalshoeken bepaal je jouw vakgebied. Ja. En dat doe jij bijvoorbeeld ook. Dat is, jij maakt een podcast samen met Wiegert. Jij geeft les, je geeft zo masterclasses, je organiseert events. Alles op het gebied van persoonlijke groei, ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling. En als je dat dan zoveel jaar achter elkaar doet... dan weet je wat er op een gegeven moment wel werkt en wat er ook niet werkt. Mm-hmm. En werkt voor de omgeving, voor je doelgroep, maar ook vanuit je eigen optiek. Jij bent er waarschijnlijk daar beter in en Wiegert mogelijk daar beter in. Ja. Als je dan de taken verdeelt, dan krijg je dus een team waar iedereen floreert... en je dus obstakels overwint. Ja, dat staat aan bij een van de dingen die je had opgeschreven over zelfeffectiviteit. Je zegt daar domeinspecifieke kennis is macht. Is macht, ja. Daar bedoelde je eigenlijk dit mee. Ja, dus stel dat ik nu op basis van statistiek of accountancy of economie mijn lessen zou moeten gaan geven. Ja, ik kan doseren. Ja. Maar ik heb inmiddels 20 jaar ervaring in ondernemersland. Zowel vanuit eigen vakgebied, dus pragmatisch, handen uit de mouwen en teams aan sturen, zelf mensen lonisch hebben. En nu vanuit lesgeven, boeken schrijven, et cetera. Alles draait om ondernemerschap, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. Duidelijk. En daar moet ik in blijven. Ja, ja, zeg je eigenlijk schoen maken, hou je bij je leest? Ja. Ja. En zorg dat je net als Messi, inderdaad, zoals jij het aangaf, die bal continu in het kruistrap bij een vrije trap. Ja,
Ja, over Ronaldo. Ja, ik bedoelde letterlijk in het kruis in het sportkader. Maar nee, ik snap deze ook. Ja. Ja. Ik ben niet zo'n voetbalfan. Ik denk dat Ronald Koeman het moment anders ervaart. Maar, Hey, en nog één vraagje met betrekking tot zelfactiviteit. Daar had ik bij opschrijven. Ja. Je hebt het daar over risicomijding. Mm-hmm. Wat bedoel je daarmee? Ja, dus, dat is ook zo'n mooie. Dan ga je studeren, dan ga je onderzoeken. Dan blijkt dat het woordje ondernemer risicomijder betekent. De letterlijke vertaling van ondernemer is risicomijder. En dat is, voor mij was het ook een openbaring. Dus als ondernemer was ik altijd bezig om de grens op te zoeken, om te kunnen groeien. Maar de grootste ondernemers zijn risicomijders. Ik probeer de etymologie even terug te leiden. Zo van, wat weet ik over het woord onder en over het woord nemer? Nee, vanuit het Latijn vertaald. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, interessant. Betekent ondernemer, dus risico mijden. Je zegt kansgrijpend, maar... En dit komt uit het boek van Adam Grant. Een van de belangrijkste stimuli van mij van het afgelopen jaar. Hij heeft een prachtig boek geschreven. Jonge hoogleraar uit Amerika. Originals. Dus hij kwam met verhaal op de prop. Als Steve Jobs woonde nog een aantal jaren thuis bij zijn ouders. Voordat hij aan de slag ging volledig met Apple. Datzelfde geldt voor Larry Page. Gewoon nog in loondienst de eerste anderhalf jaar voordat hij echt aan de slag ging met. Dat zijn risicomijders. Dus ze bouwden een bepaald proces voor om gym te kunnen zeggen, en nu vol gas. Ja. En ik herken dit helemaal aan mezelf ook, wat je nu zegt. Ja, en dat is het mooiste tussen... En dan kom je weer terug op doorzetten. Dus wilskracht en toewijding zijn twee verschillende dingen. Ja. Dus 95% van al onze... van alle tijd die grote ondernemers tot zich hadden, dat was stabiel. Ze hadden stabiele huwelijken, stabiele vriendengroepen, stabiele familierelaties. Geen enkele energie werd verloren op wilskracht. Dus die potjes, en we noemen dat ego-depletie in de wetenschap. Ja. Dus hoe meer potjes je hebt waarop je wilskracht nodig hebt, extrinsieke motivatie, het kost je energie, het kost je kracht, het kost je wil. Ja. Dat gaat ten koste van je toewijding. Ja. En toewijding heeft te maken met intrinsieke motivatie. Het levert je energie op. Dus zodra je een omgeving voor jezelf creëert waarop je zo min mogelijk wilskracht hoeft in te zetten, dan kun je op die 5% deliberate practice vol gas gaan. Ja. En dan zie je in één keer dat je wegvliegt en die flow terechtkomt. Ja, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, je probeert zoveel mogelijk aspecten van je leven zo stabiel en energy efficient mogelijk te maken. Ja. Zodat je op het snijvlak, daar waar je groei ligt, op de punt van de speer al je focus kan leggen. Want je hebt de rest eigenlijk soort van op farm gezet. Ja, fantastisch. Ja, ja, ja. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het wielrennen, wat we net hebben beschouwd. Degene die wint, en dat zeggen die coaches in de wielrennen, degene die wint is degene met de grootste accu op het einde. Dus degene die het beste inschat hoe een koers verloopt, die het beste met zijn accu kan omgaan, die weet de laatste sprint of de laatste demarrage te volbrengen. Ja, ja. En zo geldt het ook voor ons. Dus we zijn ontzettend veel tijd kwijt met allerlei dingen, gedoe in ons privédomein of gedoe op ons werk, wat eigenlijk niks ten positieve brengt. Ja. Maar het kost ons energie. Terwijl als je zorgt dat je als een soort van stealth, een soort van positieve rebel, maar onder de radar, je energie bewaart om te zien, oké, wel, er komt zo een kans. Ik doe mijn ding. Ik laat me niet verleiden om allerlei negatieve zaken te laten ontwikkelen. Ruzies te laten krijgen of gedoe. Ik eventjes zo. En zodra die kans voor mij komt, dan gaat die deur open. En dan heb ik mijn hele accu voor het positieve. Ik noem dat altijd emotionele overhead. Ja, mooi. De kosten. Ja. Die worden gemaakt om, ja, dus om eigenlijk vaak niet iets wat per se bijdraagt. Nou, om die link te maken met het begin van het schrijverschap. Dus dat doorzetten was voor mij cruciaal. Ja. Je hebt je bevlogenheid nodig, meesterschap, deliberate practice, en dan dat doorzetten. En ik ben ingedoken naar het doorzetten. Dus welke vormen van doorzetten zijn er allemaal? Mm-hmm. En op welke wijze, welk tijdstip moet je welke inzetten? Dat levert ook al een mindset op. Dus wilskracht en toewijding, twee verschillende dingen. Intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie. Volhardendheid. Dus zoveel keren iets gepoogd te hebben. Het lukt niet. Andere wegen zoeken om toch dat doel te bereiken. Uithoudingsvermogen. Het is gewoon hetzelfde doen, maar een lange accu ontwikkelen om dat te kunnen volbrengen. Ja. Veerkracht. In mijn ogen de belangrijkste van ons allemaal. Om kunnen gaan met tegenslagen om weer op je voeten terecht te komen. Het zijn allemaal verschillende vormen van doorzetten. Ja. En als je zelf in je mind ontwikkelt, zeker als ondernemer, ik heb ze allemaal nodig. Op verschillende momenten. En ik moet gebruik maken van de beste vormen van doorzettingsvermogen. Zodat ik zo lang mogelijk
duurzaam kan presteren. Nou, wat ik er interessant aan vind, is dat deze normaal gesproken allemaal op één grote stapel juist worden gegooid. Juist. En wat ik je hoor zeggen, en daar kan ik zelf ook nog wel iets van leren, is dat je ze situationeel moet inzetten. Ja. Er zijn momenten waarop je gewoon even kop tegen kop moet je doordouwen. Dat zet ik dan maar even onder wilskracht. Maar er zijn ook momenten waarbij je zoals ik je daar straks heel mooi een beetje machtsfilosofisch zou zeggen, hey, ik vermijd bewust bepaalde confrontaties, zodat ik straks op die voorste 5% waar de voortgang woont, dat ik daar maximaal kan vlammen. Choose your battles. Dus wilskracht, dus bijvoorbeeld, ik loop marathons. Ik kan marathons niet op wilskracht lopen. Dat doe ik op uithoudingsvermogen. Ja. Dus ik heb voor mezelf te betrachten, oké, als ik een marathon loop, en zeker, ik heb bijvoorbeeld de Chinese muur gedaan, als ik dat op wilskracht moet doen. Iemand gaat hier, wow, dat is een heftige volgens mij. Ja, dat is misschien ook wel de mooiste, maar het was in ieder geval de heftigste. Ik ga zo naar Antarctica toe over een paar maanden. Echt waar? Dat wordt, daar zal ik de meeste, nou, misschien wel veerkracht voor nodig hebben. Maar dus bijvoorbeeld, dat is een marathon lopen. Mm-hmm. Dat kun je niet op wilskracht. En zeker niet de Chinese muur. En na een half uur. Dus ik was na 5 minuten. Ik heb zo'n horloge om. Dan zie ik mijn hartslag. Ik zat na, het heeft 5190 trappen. Boel. Het zit al op 1500 meter. Het is 35 graden. Een luchtvochtigheid van 90%. Je gaat helemaal stuk. Mm-hmm. En niet over 6,5 uur. Wat het ongeveer kost. Maar na 5 minuten ben je helemaal stuk. Ja. Als ik dan op wilskracht moet doen, dan gebeurt het niet. Nee, dan halen we het niet. Dus je weet dat je het op basis van uithoudingsvermogen bedoelt. Nou, en dat is dan de mindset die ik bij mezelf ontwikkel. Oké, wat heb ik nodig om mijn uithoudingsvermogen te versterken? Nou, dat is kwestie van dat je uren maken van tevoren. En te zorgen dat je goed met je accu omgaat. Dus sommige stukken op de Chinese muur heeft helemaal geen zin om hard te lopen. Moet je gewoon snel wandelen. Op het moment dat je weer naar beneden kunt, dan moet je weer je tempo maken, moet je weer gaan hardlopen. Dus je gebruikt je accu als een soort van systeem. Dus weet wanneer je wat moet aanwenden. Maar je moet jezelf niet overaccelereren, want dan ga je kapot. Wilskracht, ja, dus er zijn bepaalde dingen die je minder wenselijk acht. Bijvoorbeeld roken of te veel drinken of et cetera. Mag je mogelijk allemaal graag doen of te veel eten. Dat kost dan wilskracht om dat niet te doen. Ja. Ik heb er wel zin in, maar ik ga het niet doen. Of bijvoorbeeld een relatie goed houden waar iets is gebeurd waarvan je weet van, nou goed, wil. Gebeurt overal eens wat. Ja. Maar ik over een jaar staat het hele leven er anders voor. Om dan op toewijding weer verder te kunnen. Dus wilskracht heeft te maken met bepaalde aspecten die je minder leuk vindt. Of eigenlijk vindt van jezelf, dan moet ik uitbannen. Maar mijn duiveltje zegt, doe het wel. Ja, ja, en dat is nooit gunstig gedrag. En ondernemers, dus we gaan soms te maken hebben met veerkracht. Er gaan soms dingen gebeuren die je nou niet kunt voorspellen. Je komt mogelijk hartstikke ondersteboven te liggen. Weet dat veerkracht, resilience, dan echt nodig is om na zo'n enorme dreun weer op je benen terecht te komen. Ik heb het ook een aantal keren mee mogen maken. Het is een gunst. Je wordt er echt beter van. Ja. Veerkracht is de grootste accelerator van persoonlijke groei in mijn optiek. Zeer moeilijk om in het moment zelf daar zo die positie op te nemen. Dat is die strenge winter. Ja. Om in die seizoenen te blijven. Maar volhardendheid. Dus op zoek gaan naar nieuwe wegen om eigenlijk hetzelfde doel te bewerkstelligen, is bijvoorbeeld in deze tijd een hele belangrijke. Ja. Ja, een van de dingen die je ook in duurzaam presteren benoemt is het aanpassingsvermogen. Ja. Dat je hoog moet houden. En je gebruikt een bepaald model voor dat ik, als je het over de KST hebt, dat kende ik van commandant Svillens. Die spreekt ook over VUCA. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is zo'n Engelse term. Volatility, uncertainty, nou, et cetera. En dat is eigenlijk ook gewoon een duiding van de veranderende wereld. Moeilijk gezegd vind ik dat niet zo spannend. Wat ik interessanter vond van aanpassingsvermogen is dat het eigenlijk werkt als een spier. Dus je ontwikkelt het. Nee, maar het is heel moeilijk te ontwikkelen. Het is een hele korte spier. Dus sommige mensen hebben een hoog niveau van aanpassingsvermogen. Mm-hmm. De ondernemers, nou ja. Maar sommige mensen vinden het ontzettend moeilijk. En wat we geleerd hebben uit studies, is dat je aanpassingsvermogen maar enigszins kunt verbeteren. Nou, het is een genetisch bepaald ding. En dat je dus, ja, het is een vast, het zit in je karakter. Mm-hmm. En dat kun je niet 1, 2, 3 veranderen. En dus sommige mensen, dat grijpt direct naar de keel, want ik moet weer ze nodig. Terwijl ik denk, oh goed, vandaag lijkt weer op gisteren. Ja. Dan moet weer wat veranderen, jongens. Ik heb weer zin in iets nieuws. Veel ondernemers zullen dat herkennen. Belangrijk is dat elke artiest een podium nodig heeft. Dus weet van jezelf in welke mate hang ik aan aanpassingsvermogen. Welke mate heb ik het? Welke mate zou ik het kunnen ontwikkelen? Welk podium moet ik zoeken? Waarom is een podium belangrijk daarvoor? Omdat je je beste talenten op het juiste podium wil laten accelereren en laten zien. Dus stel dat iemand met een hoog aanpassingsvermogen bij als ambtenaar aan de slag moet gaan, omdat daar een vacature ligt of midden in een recessie. Ja, die zal best wel,
ik kom hier niet uit de verf, het lukt me niet. Mensen gaan ook zien dat iemand onrustig is, vinden dat gedoe. Gaan er allerlei labeltjes aan plakken die helemaal niet bij de persoon in kwestie past. Maar puur omdat hij zijn aanpassingsvermogen niet kwijt kan in die omgeving. Andersom ook. Dus aanpassingsvermogen, als je dat minder ontwikkelt en je werk bij een of ontwikkeld hebt kunnen hebben of gewoon minder hebt. En je wordt aangenomen door een bedrijf als de Rabobank of ING. Wat nu dus gebeurt, aanpassingsvermogen komt uit mijn onderzoek als selectiecriterium op punt 11. Dus we weten dat onderzoek er eigenlijk maar 6-7 competenties worden getoetst. Aanpassingsvermogen kwam op nummer 11. Dus dat was niet het belangrijkste selectiecriterium? Nou, dan kun je eigenlijk al zeggen, dat komt eigenlijk niet aan bod. Laat staan met de juiste vragen getoetst. Dan haal je dus mensen in een zeer veranderende omgeving in huis, vanwege de juiste diploma's, juiste achtergrond. Maar ze missen het aanpassingsvermogen om daarna in een rollercoaster terecht te komen van veranderingen. En te moeten afhaken. Ja. En dan krijgen wij die mensen op allerlei Tribe, Scrum, et cetera, Agile cursussen, om daarna het feit te krijgen, ze hebben er niks geleerd. Ja. Die aanpassingsvermogen is heel moeilijk te verbeteren. Mijn advies is, zorg voor de juiste omgeving. Het juiste podium voor jouw talenten. Ja, oké. Okay. En als aanpassingsvermogen zo belangrijk is voor jou als organisatie, selecteer mensen dan ook met een hoog aanpassingsvermogen. De vragenlijsten zitten achter in het boek. Dus met 10 vragen kun je aanpassingsvermogen toetsen. Ja. Met dieptevragen. Maar om mensen niet aan te nemen op aanpassingsvermogen in een veranderde omgeving vind ik echt ongelooflijk disrespectvol. Ja, want je doet ze wat aan. Eigenlijk. Je doet ze echt wat aan. Ja, ja, want als je het hebt over je identificeren met je falen bijvoorbeeld. Ja. Als je daar op die manier moet constateren dat je niet fit. Ja, mensen krijgen dus verwijten die hun niet gemaakt hadden kunnen worden. Ze hebben eigenlijk een eigen taak van selecteur niet goed ingevuld. Maar dat gaat ten koste van optimisme. Dat gaat ten koste van stressbestendigheid. Dat gaat ten koste van de bevlogenheid. Je maakt mensen echt kapot. Het is ook een eigen verantwoordelijkheid. Dus mensen hebben ook een eigen podium te zoeken. Maar ik vind dat organisaties te veel kijken naar diploma's en te veel kijken naar achtergrond. Ja, merk dat een boel mensen toch wel worstelen met hun specifieke podium vinden. Ja, dat mensen zoeken opgaan. Dus. Ja, en dat is dus we selecteren allemaal en kijken allemaal nog naar de 2 K's: kennis en kunde. Dus welke kennis heb ik opgedaan? Dus welke opleiding heb ik genoten? En welke kunde heb ik ontwikkeld? Dus waar heb ik mijn ervaring op gedaan? In plaats van naar karakter en klimaat. Ken je karakter en weet welk klimaat bij jouw karakter past. Ja. En diploma's komen vanzelf. Dus als ik iets probeer mee te geven in congressen en seminars, selecteer veel minder op diploma's. En selecteer veel minder op ervaring. Kennis zegt niks. Dus diploma's. Nou, dus ik heb die titels, dus ik denk dat ik het mag zeggen. Maar diploma's zeggen niet zoveel. Ja, precies. En soms zelfs helemaal niks. Dus ik ben 25 jaar geleden nu afgestudeerd als fiscalist. Ik doe niet mijn belastingaangifte. Ik doe mijn eigen belastingaangifte niet. Het schijnt niet met boksen te maken te hebben. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb het papiertje wel. Ja. En zo geldt het voor heel veel beroepen. Mensen selecteren dan op kennis. Maar als je niet met de motivatie bezit. Als je niet met de bevlogenheid bezit om daar de meest actuele kennis erboven te halen. Ja. En je leunt op een papiertje uit het verleden. Ook als organisatie zijnde. Dan haal je dus de minst geschikte naar binnen. Ja. Terwijl zoveel mensen met de juiste karakter, met de juiste intrinsieke motivatie, mogelijk de eerste kans krijgen om bij jou aan tafel te zitten, om te kunnen zeggen, joh, ik snap het, dat diploma is hartstikke belangrijk in deze omgeving, geef me 6 maanden de tijd en ik haal hem. Ja. Je haalt de juiste karakter naar binnen, maar ook de meest actuele kennis. Ja. Wat ik denk dat een boel mensen daar moeilijk aan vinden, is dat zoiets als karakter is redelijk voorgedefinieerd. Nou ja, karakter is, dat is een hele mooie, dus karakter mogelijk wel. Genetisch materiaal dat je hebt meegekregen van je biologische ouders, maar persoonlijkheid niet. Dus je kunt je drijfveren op een andere wijze in je persoonlijkheid laten uitkomen. Hoe verhoudt zich dat tot, want dat vond ik super cool om te lezen in Duurzaam Passeren. Je hebt daar een paragraaf gewijd aan een stuk vrije wil. Ja. Ik weet niet welke kant je er 100% mee op ging, maar we hebben hier natuurlijk een Paul Smit en dergelijke gesproken over vrije wil, Dick Swaap, we zijn ons brein. Ja. En die zeggen, joh, geinig, maar hoezo kiezen? Ja. je kiest helemaal niks. Hoe verhoudt zich dat tot dit? Nou ja, dus de Devil Inside ben ik daar veel dieper in doorgegaan. En mijn belangrijkste conclusie is, je bent je brein niet. Dus ik heb mijn brein niet kunnen kiezen. Maar ik bepaal wel, dus in die zin de vrije wil, ik bepaal wel hoe ik ermee omga. Ja. Dus als je voor jezelf, dus de belangrijkste competentie van leidinggevende, en ik geloof eerlijk gezegd dat geldt voor elke professioneel, is introspectie. Dus dat gaat een stap verder dan zelfreflectie. Maar het boven jezelf uitstijgen om te bezien, en eerst maar naar zelfreflectie, dit zijn mijn gevoelens, dit zijn mijn gedachten, dit zijn mijn neigingen. Om dan vanuit introspectie buiten jezelf te geraken, om te zien wat jouw gevoelens, je gedachten, je gedragingen doen binnen een bepaald systeem.
Dat is welke, één, nog net één treetje hoger. Een aggregatieniveau hoger. Ja. Om eigenlijk buiten jezelf te treden van... oké, als ik mezelf nu als derde persoon zie in die omgeving... met mijn gevoelens, met mijn gedachten, et cetera... wat doet het met een ander? Hoe kom ik over? En ik gebruik dat bijvoorbeeld in The Devil Inside. Dus we hebben allemaal last van hoofdzonden. We hebben allemaal last van een bepaalde mate van ijdelheid. Van wellust, van jaloezie, van wraak, hebzucht, et cetera. Ik heb op een katholieke school gezet. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen tijdens catechese. Exact. En vanuit onze opvoeding werd altijd gezegd... het zijn niet voor niks hoofdzonden. Mm-hmm. Je moet ze niet hebben, laat staan, laten zien. Maar hoofdzonden hebben ook een bepaalde functie. Dus zonder ijdelheid schrijf je geen boek. Ja. En zonder ijdelheid ga je niet bij de commando's jezelf... Of achter de microfoon zitten om het slim te doen. Ja. Dus ijdelheid heeft een bepaalde functie. Ja. Maar ook ijdelheid heeft dus een paradox, een tegenpol. En die ligt dan bij ijdelheid en bescheidenheid. Ja. Dus stel dat je te maken hebt met een karakter. Die heb ik bijvoorbeeld in Enneagram. Dus mijn karakter ligt min of meer vast. Dus in Enneagram type 3 ben ik, de prestatiegerichte doener. En daar komt een hoofdzonde bij kijken van ijdelheid. Ja. Dus je gaat van piketpaaltje naar piketpaaltje. En elk wat je wil laten zien, kijk mij eens. En dat is je grootste valkuil. Ja. En als je dan weet van oké, ik heb dit karakter, dat kan veel voor me betekenen. Maar ik moet het bij mezelf houden. Ik moet me bescheiden opstellen. Dan laat je dus een persoonlijkheid zien van bescheidenheid... terwijl je een karakter hebt van ijdelheid. En dat is die vrije wil wat mij betreft. Ja, ja. En zo kun je met al die hoofdzonden... stel dat je enorme hebzucht hebt of een vraatzucht. Ja, niet een karakter van, oké, dat mogelijk is dat genetisch, biologisch meegegeven. Dan heb je natuurlijk nog steeds een vrije wil om te zeggen... weet je, ik geef er niet aan toe. Dus mijn duiveltje zegt continu... pak dit en pak dat en pak dit. Ja. Nee, ik kies ervoor om te gaan hardlopen. Ik kies ervoor om et cetera. Kun je je brein uitschakelen? Nee, dat duiveltje blijft opspelen. Maar jij bepaalt. Ja. Ja, oké. Okay, ja, okay. Als je het op die manier benadert... je wordt niet puur en alleen geleefd... door de influisteringen van dat negatieve aspect. Nou ja. Je kan er iets tegenover stellen, rationeel... en daardoor komt er een bepaald ander gedrag uit, wat je zegt. Ja, en zo zijn we natuurlijk ook begonnen met het gesprek... maar 95% van alle gedragingen is onbewust. Ja. En als het onbewust onbekwaam is... dan zijn we mooi in de aap gelogeerd. Dus de meeste van ons, en wij zelf ook... luisteren naar die duiveltje ja. en acteren erop. Wat denk je dat als je kijkt naar moeder natuur, zitten er nooit zomaar dingen in systemen. Of het is nee. In ieder geval, het probeert dingen zo efficiënt en zo effectief mogelijk te doen. Dus als ik kijk naar het menselijk wezen als iets dat probeert te overleven, voor te planten. Dan denk ik ook, net wat je zelf al zegt, hey, volgens mij dienen deze dingen ook een hele belangrijke rol. Ja. Zeker vanuit vroeger. Alleen we zitten nu in een situatie waarbij er een soort laagje vernis, ja. Dat noemen we dan goed fatsoen. Fantastisch verteld. Ja. Overheen ligt, waardoor we het een beetje... Ja. Moeten verbloemen. Ja. Alleen als ik 100% eerlijk ben... en we hebben het bijvoorbeeld over ijdelheid... iets wat mij ook niet vreemd is. Ja. Of woede, iets wat mij ook niet vreemd is. Mooi. Dan merk ik ook dat ding wel echt super filijn is. Want ik heb ook geprobeerd van... nou, oké, dan heb je zo'n podcast. En dan doe je bescheiden. Dan probeer je op allerlei manieren. Maar ergens weet je ook... als je bepaalde dingen op een bepaalde manier zegt... daar heb ik het met Wigert ook wel eens over gehad... Mm-hmm. Dan zit er een bepaalde ondertiteling in. Dus die tegenpol van ijdelheid, die ga ik dan laten zien... Die ga ik tegelijkertijd ook etaleren. Ja. En ik weet dat op het moment dat ik dat doe... dat ik positiever word beoordeeld. Ja. En dan denk ik, maar valt het dan niet weer... in een van de categorieën aan de overkant? Nee, en dat is het mooie. Dus, vaak wordt gezegd, je moet in balans zijn. Ja. Wij zijn nooit in balans. We zijn aan het balanceren. Dus stel dat jij die beweging maakt naar te veel bescheidenheid. Dan weet je op een gegeven moment ook, ik moet terug naar ijdelheid. Want als ik te bescheiden mezelf opstel, dan krijg ik ook niks. En dan gebeurt er ook niks. En kom ik niet in een situatie waarin ik eigenlijk wil floreren. Ja, nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat ik dan eigenlijk door dat duiveltje wordt ingefluisterd. Zeg van, ja, doe maar iets bescheidender, dat staat goed. Mm-hmm. En daardoor is het eigenlijk weer gemotiveerd. Dus ik laat een bepaald gedrag zien. Maar het is eigenlijk gemotiveerd door iets van een van de zonden. Ja, maar is dat dan het duiveltje wat zegt, doe bescheidener? Of is dat jouw wil dat zegt, ik ben eigenlijk... Dus mijn duiveltje zegt van, ik klop op mijn borst en ik prok met alles wat ik gedaan heb en et cetera. Ja. We gaan volledig los. Maar jij corrigeert jezelf door te zeggen, en dat is dan het stemmetje wat je jezelf inprent. Het is niet zozeer de duivel, maar een correctie op die duivel. Ik moet bescheidener zijn, want dan kom ik beter over, et cetera, et cetera. Ja. Ja, ik denk dat dus dat staat er vast met je ratio. Met je intentie die er daadwerkelijk is. Ja. Wat je probeert te bewerkstelligen daarmee. Ja, en ik noem dat dan introspectie. Dus je bent met jezelf in gesprek. Om te zeggen, wel, die ijdelheid bereikt. Dus ijdelheid is ook ergens goed voor. Maar als ik te ijdel ben, dan kom ik inderdaad niet lekker over. Mm-hmm. Eerlijk gezegd proef ik dan ook aan mezelf wel dat het niet... Waarom doe ik dit eigenlijk? Ik kreeg helemaal niet wat ik dacht te ontvangen. En ik schiet mezelf in de voet.
dat gevoel. Maar eigenlijk is dat gewoon introspectie waarop je zelf tegen jezelf zegt van, weet je, ik kan gewoon niet intuïtief helemaal losgaan op mijn eerste impuls, namelijk ijdelheid, pronkerig gedrag, borstklopperij. Mm-hmm. Ik moet mezelf corrigeren. Maar op een gegeven moment jezelf weer tegen jezelf zegt van, goed, als ik me te bescheiden opstel, ja, weet je, dat is compleet niet authentiek, zo ben ik ook niet. Dus dan maak je eigenlijk alweer de draai terug naar richting weer wat meer ijdelheid. Dus je bent aan het balanceren met jezelf. Ja, je experimenteert er ook mee. Je krijgt natuurlijk ook feedback. Op basis daarvan probeer je ook weer. De belangrijkste opdracht die ik vind richting mezelf, en als ik dan iets mag verhalen in seminars, wees mild voor jezelf. Hm. We hebben er allemaal last van. Maar zodra je dus goed met je stemmetjes kan omgaan en je weet goed te balanceren tussen die twee tegenpolen die allebei belangrijk voor je zijn, dan weet je, ik ben nooit in balans. Maar er zit energie naar links of er zit energie naar rechts. En dat is juist wat ik probeer te ontvangen. Ja, ja, dat mild voor je zijn. En ik vind dat lastig. Maar iets wat ik me de laatste tijd heel erg realiseer inderdaad, is dat iedereen heeft er last van. Ja. En iets wat bijvoorbeeld bij mij, ik ben recentelijk 41 gevonden, waar ik veel aan moet terugdenken, is van, hoe was mijn vader op zijn 41ste? Ja. Zat hij dezelfde dingen, onzekerheden als ik nu? Ja. Liet hij helemaal niet zien, man. Heb ik geen moment aan hem gemerkt. Ja. Maar ik kom wel van, dus er zal wel een soort overlap in zitten. En daar moest ik de laatste tijd vaak aan denken. Dan dacht ik, ja, ik denk dat hij dat dan ook had. Maar de truc is dus, iedereen heeft dat waarschijnlijk. En misschien in andere vormen. Nou ja, dus ook dus, je persoonlijkheid. Dus niet zozeer je karakter, maar je persoonlijkheid wisselt ook. Niet zozeer volledige wisseling, maar verandert ook. Ja. Gewoon in generaties. Je komt in een nieuwe levensfase terecht. Je wordt ook milder. Dus, volgens mij richting 90% wordt gewoon milder volwassenen. Ja, ik denk dat te maken heeft met een drop in je testosteronniveau. Heeft er ook mee te maken. Ja. Heeft er ook mee te maken. Ik ben een aantal weken geleden 50 geworden. Ik ben compleet anders dan 5 jaar geleden. Ja, ja. Mijn karakter zit nog steeds ongeveer hetzelfde in elkaar. Dus nog steeds de drang om dingen te doen. En, voor mij dan eventjes, als iemand die 10 jaar vooruit leeft voor mij. Als ik nu terugkijk op 30-jarige Michel, denk ik, jezus, wat een broekie. Heb jij dat nu als je terugkijkt op 40-jarige jij? Ja, ik kan er tegenwoordig om lachen. Ook de dingen die ik heb gedaan en ook alle flauwekul, et cetera. Ja. Het is allemaal een doel gehad. De enige wat altijd is gebleven, het is altijd bevlogen geweest. Maar het ging van links naar rechts. Ja. En moeilijk zeggen dat ik er nu blij om ben dat ik zoveel fouten heb mogen maken. Dat ik zoveel plezier heb gehad. Zoveel onderbroeken lol heb gekend. Ja, dat is in deze fase natuurlijk gewoon anders. Maar ik kan uit die verhalen van toen, kan ik nog steeds elke morgen met een dikke glimlach wakker worden. Ja, zeker. Ja, je moet ook wat, tuurlijk, het is een gek bestaan. Haal er maar het meeste uit. En hou het kind in jezelf omhoog. Hè. Dus als je kunt zien dat het ook, en dat heeft te maken ook met mild zijn, de dingen die je hebt gedaan, dat misschien op je 30ste, dat je een jezus. Dat zijn er wel een paar. Ja, dat is ook mooi, toch? Ja, 100%. Dus, en dat houdt ook zo mooi in dat je jezelf niet al te serieus hoeft te nemen. Nee. Je bent gewoon een fase verder, maar nog steeds. Ik denk dat sowieso een van de grootste fouten is die je kan maken. En daar moet ik mezelf ook nog wel eens regelmatig op spotten. Maar jezelf serieus nemen. Ja. De beste, ik weet niet wie dat ooit een keer zei, maar dat blijft me altijd een beetje bij. De beste shaman herken je aan zijn lach. Zo van, die lachen om alles. Die nemen het niet serieus. Ja. Oh joh, heb je heel veel. Komt wel goed, jong. Weet je wel, een beetje dat idee. En dat is ook weer te maken met dan de eerste suggestie die ik mocht doen in dit programma, even de tips, die ontspannen inspanning. Ja. Dus de mensen die op het hoogste niveau kunnen presteren, weten dan ook die ontspannen inspanning van zichzelf te realiseren. En humor is daar een hele mooie bij. Ja. Dus zodra je humor kan binnenlaten, dan is die ontspannenheid al snel. En ook de ontspannenheid bij je omgeving er snel. En dan kun je ook die prestatie met elkaar nastreven. Waarom vind je die ontspannenheid zo belangrijk? Als het verbeterd wordt. Krampachtig bedoel je? Ja, dus en welke vorm van presteren ook. Zodra het krampachtig wordt, hou je het eventjes vol. Dat één. Mensen zien ook dat het niet volledig bij je past. Je er heel veel moeite voor moet doen om het te krijgen. Ik gebruik vaak het voorbeeld met sprinten. Mm-hmm. Waarom wint een Usain Bolt in 12 jaar tijd? In 12 jaar tijd 9 keer goud. Eén heeft hij moeten terugleven omdat een van zijn teamleden doping heeft gebruikt. Mm-hmm. Maar deze man die mag 1 keer in de 4 jaar op 3 disciplines, de moeilijkste disciplines van Olympische Spelen, in 10 tot 20 seconden zijn kunstje vertonen. De hele wereld kijkt. Hè, dat is miljarden mensen kijken over de wereld. Ik ging samen met mijn zoon 's nachts uit bed om 4 uur om 10 seconden Usain Bolt te zien. Ja. Deze man weet dat de hele wereld kijkt naar me. Heeft dan 10 seconden de kans om Olympisch goud te pakken. En pak ze alle 9. Mm-hmm. Hoe doe je dat? En als je dan gaat kijken van hoe ontspannen hij loopt. Dus als je op de 100 meter of de 200 meter sprint. Maar 1 spiertje vast hebt zitten vanwege de spanning.
dan word je geen tweede, word je geen derde, word je ook zelfs geen vijfde. Ja. Dan kom je 14e tekort bij de laatste van het spelveld. Die ontspannenheid in jezelf brengen op het moment dat het echt toe doet, dat is de grote crux. Ja. Dat is trouwens overigens even een klein zijsprongetje. Als je het hebt over de KST, Wicht en ik hebben ons allebei geprobeerd daarop voor te bereiden. Ik kreeg een blessure. Maar ik ben nog wel steeds heel fanatiek aan het hardlopen. Mm-hmm. En dat is maar eventjes echt een wereld geweest die ik niet had verwacht, die nu voor me open gaat. Ik ben nu bezig met techniekloopjes en zo. Yeah. Ik dacht, lopen is gewoon lopen. Je probeert het een tijd vol te houden. Je doet harder je best. Blijkt nou, wil je beter leren hardlopen, moet je zachter lopen. Yeah. Moet je ineens druk gaan maken om hoeveel stapjes je per minuut zet en dat soort dingen. Je houding doet ertoe. Ik had allemaal geen idee, jongen. Deliberate practice. Ja, en dat ik hoor je hier ook weer zeggen, als maar één spiertje dus blijkbaar anders zit, dan heeft dat zo'n effect op je output. Ja. Voor mij is dat het belangrijkste, een van de dingen die ik voor mezelf betracht, om elke keer als ik moet leveren, is vaak heel kort, hè? Dat is een uur. Nou, jij zit in hetzelfde vakgebied. Soms hoeven wij maar 3 kwartier te staan. Soms zelfs maar 20 minuten om je kunstje te doen. En soms zijn er colleges van 3 uur. Er gebeurt nog van alles. En je hebt vergaderingen, je hebt allerlei dingen. Maar om dan in die 20 minuten tot 3 uur... een ontspannen inspanningshouding te realiseren, dat is ontzettend moeilijk. Dan moet je dus eigenlijk alles kunnen loslaten. Ja. En dat is je grootste opdracht. En dat lukt. Het gaat dus niet om kwantiteit, het gaat om intensiteit. En die ontspannen inspanning laat zien dat je met die intensiteit prachtig kunt omgaan. Ja, maar ik geloof wel dat kwantiteit een belangrijke is om er te komen. Want de momenten dat ik in die staat sta, als ik zelf voor de groep sta, zeg maar, ik zit helemaal in mijn flow, ik zit erin. Dat is altijd met de stukken die ik al 5 miljoen keer heb gedaan. Exact dat. Maar daar zit ook een kantelpunt in. Want er zijn ook stukken die heb ik al 10.000 keer gedaan. En daar gaat het nu de andere kant op. Namelijk, ik kan dit niet meer zien. Ik kan het mezelf niet meer horen zeggen. Ja. Ik ben er klaar mee. Ja. En dan kan ik niet meer leveren wat ik kan leveren in stukken waarbij ik nog wel in dat midden zit. Ja, vooral niet doen dan, zeg ik. Ja. Dus ik heb dat ook. Dus ik heb 4 verschillende seminars. Dus Word een Held doe ik eigenlijk niet meer. Nee, dat helemaal klaar mee. Gewoon, dit denk ik 100 keer per jaar. Ja. Een grammofoonplaat. En als je dan voor jezelf niet meer, dan krijg je nog steeds goede cijfers. Waarom? Omdat je eigenlijk je kunstje zo goed beheerst. Routine. En je hebt je intensiteit voor elkaar. Dat iedereen zei, dat was geweldig. Ja. Maar voor jezelf wordt het minder. En dan is mijn opinie, dan moet je ook gewoon mee stoppen. En in ieder geval minimaliseren. Ik heb zo'n diep respect gekregen voor comedians. Ja. Die elke avond met dezelfde energie. Ja. Maar dat is een mindset en een houding. En die kun je absoluut trainen. Maar dat is uithoudingsvermogen wat je dan aanspreekt, volgens mij. Ja, voor mij gelden dan al die vormen van. En dan betracht bij mezelf van, oké, wat heb ik nu nodig? En soms is het ook gewoon wilskracht. Hè? Dus als ik word gevraagd om diezelfde... Hetzelfde geldt voor muzikanten. Die worden dus gevraagd om een succesnummer nog een keer te doen. Die dat gewoon niet meer doen. Ja, precies. Hè? Die Eagles of... Ze zijn helemaal klaar mee. Maar iedereen wil juist dat nummer horen in plaats van de nieuwe nummers die ze hebben geschreven. Ja, dan kun je zeggen, nou goed, is dat dan toewijding? Ik denk dat het ook gewoon een stukje is van maar gewoon doen en wilskracht. Ja. Het kost me energie, maar ik doe het voor mijn publiek. Klinkt zo makkelijk als je dat zegt, hè? Wilskracht. Even een beetje wilskracht betrachten, jongens. Weet je wel, ja, was het maar zo simpel. Want alles wat je echt wil hebben, ligt vaak verstopt achter een uitgifte van een stukje discipline. Dus als je kijkt naar, wat is discipline? Iets doen waar je geen zin in hebt, een beetje bang voor bent, of wat potentieel andere enge dingen voor je introduceert. Ja. Dat toch doen, is. Daar krijg je alles voor wat je wil. Ja. Maar toch zie je een heleboel mensen. Ik geef mensen lessen in persoonlijke effectiviteit. Ik kan jou leren hoe je je grootste droom helemaal terugbrengt. Ja. Tot de eerste uitgifte van 5 minuten die je echt geen pijn doet. Ja. En toch doe je het niet. Nee. En daarom kan ik helemaal niks met discipline. Discipline geeft mij geen enkele vorm van energie. En die verschillende vormen van doorzettingsvermogen wel. Dus ik weet, dus ik heb 3 niveaus van doelen realiseren. Ja. 1 zijn gewoon die pakketpaaltjes. Mm-hmm. Wat wil jij dit jaar gerealiseerd hebben? Wat zijn je belangrijkste KPI's als persoon? Mogelijk als verantwoordelijke voor. 2 is een hoger doel. Dus stel dat wij dit en dit over 3 tot 5 jaar, of ik voor mezelf, over 3 tot 5 jaar zou kunnen realiseren. Wat van feest ga ik dan geven? Ja, ja. Iets wat enorm boost geeft aan je bevlogenheid. En die 3e is de belangrijkste. En dat is die nooit af te ronde taak. Het Zeigarnik effect, het Usain Bolt effect. Iets doen, maar dat is ook nooit afgerond. Is dat wat het Zeigarnik effect is? Ja, het Zeigarnik effect is eigenlijk onbewust bekwaam zijn. Ja. Dus zorg dat je die ontspannen inspanning hebt. Omdat je weet, ik heb iets zo vaak geoefend. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik weet ook dat het daar niet mee eindigt. En dus ik ben bijvoorbeeld de hoogleraar geworden. Nou, dan krijg je die kiss of death. Wat nu? Ja, in de wetenschap is dat de hoogste functie. Wat nu? Mm-hmm. Ja, en dan krijg je dus een soort van klap voor je hoofd. Net zoals ik promoveerde. Dan heb je de hoogste diploma. Ik heb nooit zo'n kater gehad.
Het was een prachtig feest, dus dat was mijn hoge doel. Als ik dat toch eens realiseerde als ondernemer, om te kunnen promoveren, hoe geweldig ze dat zijn. Nou, ik heb een prachtig feest gegeven. Maar ik had een dubbele kater. Ja, eén vanwege de champagne en twee van, en nu? Feitelijk een postprestatiedepressie. Ja, nou zo kun je het noemen. Ik noem het de kiss of death. Ja. Hetzelfde geldt voor professionals. Als je een promotie ontvangt, dan denk je van, wel gaaf, ik heb een promotie. Maar je wordt nooit afgerekend op iets wat je geleverd hebt, maar op de verwachtingen dat je iets gaat leveren wat er van je verwacht wordt. En je moet dus langs die kiss of death van de promotie of een nieuwe functie, et cetera. Wat een geweldig applaus voor mezelf. Nee, dit is jouw obstakel. Ja. Jij moet hier langs, je moet weer terug in die flow. Nou, om die flow weer te kunnen bereiken, daar gebruik ik dan een Zeigarnik effect voor. In ieder geval een purpose ontwikkelen. Ja. Een nooit af te ronden doel. Ja, op Nijrode is die our reward for life. Zijn we nooit meer klaar. Moet altijd getoetst worden van talenten helden maken. Dus mijn functie in dit domein eigenlijk, mijn leven, mijn opdracht is om iedereen die hoog energieke leidennemende doener te laten zijn. Ja, ja, ja. En sommige mensen kan ik wel bereiken, sommige mensen kan ik niet bereiken. En dat doe ik via het ene boek of via het ene seminar. Maar uiteindelijk is dat mijn enige opdracht. Neem leiding over je leven, ga vooral doen. We hebben heel veel denkers, heel veel dromers, maar ga vooral doen. En als ik kan helpen met bepaalde modellen, theorieën of een stukje inspiratie, dit is waar ik mijn energie uit haal. En dan moet je ontspannen proberen te doen. Zodra het verbeterd wordt of evangelistisch. Dan wordt het lelijk. En op een gegeven moment knapt die spier ook, hè? Ja, ja, je kan er blessures in. Dus ontspannen lopen is in jouw optiek te blijven, jouw voorbeeld. Dat is de moeilijkste. En dan kom je op een gegeven moment ook in die flow terecht. Ik ben ook een loper. En die flow is eerlijk gezegd het lekkerste moment. Mm-hmm. Dus zelfs 's nachts ben ik aan het denken. Als ik aan het lopen ben, heb ik twee vormen. Tenminste, als ik op een gegeven moment een tijdje onderweg ben. Of ik denk helemaal nergens meer aan. Ik ben gewoon echt zen. Of ik word heel creatief. Wat heel frustrerend is als je niet je ideeën kan vangen op dat moment. Ja, ik ben gewoon aan het schrijven onderweg. Op je telefoon? Op mijn telefoon. Ja. Ja, 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 ja. Dan gaat het een tempotje langzamer. En anders lees ik thuis dingen terug alsof ik half dronken ben geweest. Wat bedoel ik daarmee? Wat stond hier? Ja, maar vaak zit de originaliteit zit soms in woorden of een combinatie van woorden. Ja, en die wil je gewoon niet missen. Ja, dat is ook grappig. Hoe, als schrijver zul je dat herkennen. Als je bepaalde combinaties van letters net in de juiste volgorde zet, dat dat op een of andere knop lijkt te drukken die een andere combinatie van woorden letters die inhoudelijk hetzelfde zijn gewoon niet heeft. Ja, ik kan dat is bijzonder. Ik kan daar ook over een titel van het boek kan ik. Ik heb een boek liggen dat niet is afgerond. Ik kan gewoon niet verder, omdat de titel niet. Niet pakte. En ik was op een gegeven moment. Dus je moet op een gegeven moment een staat van denken of eigenlijk van niet denken bereiken, dan loopt het vanzelf. Ja. Maar dat is lastig. Soms kun je het ook gewoon niet afdwingen. Nee. Wat je wel kunt doen, en ik noem dat dan liever geen discipline, want dan is gewoon, oké, wat mag ik graag doen? Nou, ik mag hartstikke graag hardlopen. In het begin was het voor mij echt een mus, maar het is echt iets geworden. Als ik nou 2 dagen niet gesport heb, dan word ik echt onpasselijk. Kan gewoon niet. Ja. Ik heb altijd spierpijn. Ja. Altijd. Als ik geen zere benen heb, dan is het niet goed. Heb je iets niet goed gedaan? Heb ik het niet goed gedaan. Maar wat ik er ook mee krijg, ik blijf die ontspannen inspanning kunnen houden. Dus vandaag, volgens mij, hebben we een heel ontspannen gesprek. Mm-hmm. Maar het wordt wel gewoon 2 uur opgenomen. Er wordt live uitgezonden. Dus elk foutje wat ik maak, staat op beeld. En toch moet ik proberen ontspannen te zijn. Ja. Nou, dan probeer je tegen jezelf te zeggen, oké, wat moet ik doen om hier vandaag ontspannen te zijn? Ik ga zo meteen een podium op. Er zijn zoveel mensen. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik vanaf het eerste moment die ontspannen inspanning bewerkstellig? Ja. Nou, hoe doe je dat? Om je staat van mind te trainen. Ja. Je hebt meer dan genoeg geoefend. 1. Ik heb zere benen. Dat is 2. Ik heb net hard gelopen. Is 3. Ik heb goed gegeten. Ik heb een flesje water bij me. Ik heb altijd dezelfde kleren aan. Ja. Nu ook. Dus je zult me altijd in dezelfde kleren zien. Uniform. Trek je uniformen. Ik heb deze kleren nooit aan privé. Nee. Maar als je ze aan hebt, is het game time. Game time. Ja. Oh, interessant. Ja, leuk. Ik heb nog een vraag over de titel, want daar zei je er straks iets over. Dat wil ik even niet vergeten. Maar ik heb nog één vraag over je purpose denken, zeg maar. Ja. Als een soort overkoepelende doellaag waarop je denkt. Ja, dat is een hele belangrijke. Ja, moeten die altijd... Ik denk er zelf ook graag over na. Het concept purpose-driven leadership, Ikigai. Ja. Wat kenmerkend is aan het Ikigai is dat er ook het component wat de wereld nodig heeft aan vastzit. Hoe cruciaal is dat component wat jou betreft? Kijk, dan wordt het alweer een soort van commercieachtige doelen denken. Het gevaar van doelen denken is dat je ze realiseert. Dus wat heeft de wereld nodig? Dus een doel, bijvoorbeeld ook een b-hack. Dat zit ook in diezelfde categorie. Ja, ik hou niet van een b-hack.
Voor de mensen die niet werken, Big Harry Audacious Goal. Big Harry Audacious Goal. Dus mijn Big Harry Audacious Goal was als voormalig ondernemer om om full professor te worden. Hm. Dat ga ik toch niet realiseren. Was inmiddels gelukt, toch? Dat is inmiddels gelukt. Ja. En dan krijg je die Kiss of Death. Dus het levert ook een dikke nadeel op. En moet ik zeggen, ik heb niks aan die titels. Dus ik moet me vooral onderscheiden door middel van mijn ervaring uit het verleden. Daar hebben mensen gedaan. Mensen hebben niks aan mijn titels. Ik gebruik ze zelf ook niet. Maar wat is het gevaar van doelen zetten? Is dat je ze kunt realiseren. Dus het gevaar van doelen zetten is niet dat je ze niet realiseert. Dat geeft in ieder geval de hang op welke vorm van doorzettingsvermogen dan ook. Om na te streven, energie. Maar een Big Harry deze goal kun je gewoon halen. En wat dan? Ja. En dan komt die Kiss of Death weer terecht. Ja, ja, ja. Dus een doel, dat is niet eens zozeer een doel, dat is voor mij dat is gewoon een purpose, dat boven die Big Harry Audacious Goal of zo'n Ikigai hangt, is een nooit af te ronden taak. Ja. Een purpose. En ik heb die purpose gedefinieerd. Om een goede purpose te definiëren voor jezelf, moet je eigenlijk vier elementen nastreven. 1, om dan een beetje toch in die Ikigai te blijven. Het gaat altijd over de ander, maar het resoneert terug. Ja, dus, ik snap wat je zegt. Ja. En dat laatste mis ik dan in die Ikigai. Dus dat gaat het over de ander. Nee, het resoneert terug. Dus a reward for life. Bijvoorbeeld van Nijrode of van talenten helder maken. Dus mijn doel is om van talenten helder maken. Maar ik kan dat niet aanbieden als ik er zelf niet ben. Nee. Dus om een hoog energieke leidnemende doener te kunnen laten worden bij een ander, zal ik toch eerst zelf moeten zijn. Ja. Dus het geeft een bepaalde houding waardoor ik zelf bevlogen ben. Mm-hmm, ja. Waardoor ik zelf fitter moet zijn. Ik kan niet komen met een dikke buik of ben je een uitdagingje? Ja, ik snap. Nee, dus dat moet je zelf nastreven. Nou, een goede purpose bestaat dus tussen de 2 en 7 woorden. Niet meer. Hij is geactiveerd. Dat is een belangrijke. Hoe bedoel je dat? Het moet een beweging in zich hebben. En vaak is die mooier om makkelijker om te maken in het Engels. Dan kun je die inkvorm gebruiken. Ja, heb ik ook. Maar zodra die activatie er neer zit, dan doet hij niks. Dingen klinken sowieso beter in het Engels. Ja, de meeste dingen wel. Maar dan zie je dus dat heel veel organisaties nog steeds een missie en een visie statement hebben. Ja. Wat voor zeker de jonge professionals helemaal niks doet. Laat staan hun bevlogenheid verbetert. En het grootste gevaar is ook nog een keer of je kunt ze behalen. Dus missie wil de beste, de goedkoopste, de meest innovatief, et cetera. Nou, dan krijg je die prijs. Of dan heb je dat doel behaald het jaar. En wat nu? Ja. En een visie. Ja, een visie. Als je tegenwoordig een visie hebt over jouw markt, jouw sector, dan ben je bijna zo'n glazen bol. Ja, want dat valt toch niet te voorspellen. Nee, kijk naar afgelopen februari. Ja. Nederland stond er fantastisch voor. Ja, vorig jaar rond deze tijd had ik hele andere plannen. In maart was het anders. Ja. Ja, herkenbaar. Dus je kunt, als je een goede purpose hebt, dan kun je dus je hoe en je wat heel goed veranderen. Hmm. Zie ik noem dat de why. Een purpose heeft dus een aantal elementen in zich die draaien om de ander. Ja. Maar het resoneert terug. Ja, dat was 1 en je had er 4. Ja, dus tussen de 2 en 4 woorden. Geactiveerd. Het draait om de ander. Ja. Resoneert terug. Okay. En hoe verhoudt zich dit tot iets wat je ook aanhaalt? Het stuk Vaar je eigen koers van Bill Gergel? Dus, George? Ja, George. Bill George. Je innerlijk kompas. Ja. Een stukje True of North vinden. Ja, nou, dat zit dus in dezelfde hoek. Dus weet op een gegeven moment waar jij van bent. Ja. En welke opdracht je jezelf mogelijk, dus als je hoog in een hoger bestaan, welke opdracht jij jezelf mogelijk opgelegd hebt of het systeem jou opgelegd heeft gelegd. Waarvoor ben je hier? Dat is een interessante. Ja, maar je zult zien, zodra je, dus om bijvoorbeeld voor mezelf te geven, dus toen ik net begon met mijn onderneming, ik had een recruitmentbureau. Dus ik was hoofdhypotheker bij een bankverzekeraar. Ja. Ik kon niet zo goed in een hiërarchie werken. Laat staan dat ik elke dag om 8:30 op kantoor moest arriveren om 6 uur te mogen. Ik kon dat niet. Dus ik wist van, ik word hier heel ongelukkig van. Toen begon ik met een recruitmentbureau vanuit mijn eigen woonkamer. En ik kreeg de eerste mensen gewoon aan mijn tafel. Ja. Bankiers die ik kon begeleiden naar richting een andere baan. Maar goed, mijn netwerk was dan niet zo groot. We werkten dan met de faxen. En na een maand of 3 had ik dan de eerste bemiddeld naar een andere job binnen dezelfde sector. Ik kreeg een telefoontje. De man-vrouw in kwestie kwam nog een keer langs. Kreeg een bos bloemen. Ja. En het ging gewoon een jaar zo door. Na 2 jaar had ik al een man of 25 aan het werk over diverse vestigingen. En het werd al een fabriekje. Ja. Dat heb ik 14, 15 jaar volgehouden. Mijn lol was op een gegeven moment echt volkomen vanaf. Ja. Alles was cijfers, alles was bijna statistiek, confessie, uitgaven, inkomsten. Mensen zag ik eigenlijk nauwelijks meer, behalve mijn eigen team. Mm-hmm.
En mijn gedrevenheid was volkomen weg. Op een gegeven moment ben ik die wetenschap ingegaan. Dus ik ben gepromoveerd vanuit ondernemerschap. Gedacht, dit is eigenlijk hartstikke leuk om met gelijkgestemden over persoonlijke groei, ondernemerschap te kletsen. Ze hebben me gevraagd om voor MBA-groepen les te gaan geven. En ik merkte aan mezelf dat ik eigenlijk aan het doen was wat ik ook deed in mijn eerste jaar als ondernemer. Ik kon dus mensen individueel begeleiden in een nieuwe fase in hun leven. En niet zozeer om een nieuwe job te verkrijgen, maar wel in bijvoorbeeld een diploma of een andere mindset of een nieuw verhaal. En eigenlijk wist ik toen ik voor mezelf bezig was met het Zeigarnik effect en purpose ontwikkelen. Ik was toen bezig om van talenten helder te maken. Alleen door middel van een nieuwe job. Ja. En nu doe ik het door middel van een nieuwe mindset of een diploma of een nieuwe fase in hun leven. Ja. Dus die purpose was eigenlijk toen ook al dezelfde. Alleen mijn hoe en mijn wat waren anders. De vorm kan over de loop der tijd veranderen. En ik nodig dus mensen uit. En dat geldt voor mensen op Nijrode, maar ook daarbuiten. En zelfs grote mensen in de sportwereld. Om jouw eigen purpose te achterhalen. Want eigenlijk leeft hij al in je. Je hoeft alleen maar te achterhalen. Ja. Je hoeft hem dus niet te ontwikkelen. Zodra je moet ontwikkelen, zul je zien dat hij niet klopt. Maar je moet terug naar jezelf. Welke momenten in mijn carrière gaven mij euforie? Gaven mij trots? En dan terug naar die vier elementen. Het ging over de ander. Maar het gaf mij een heel goed gevoel. Ja, ik vind dat interessant. Vooral dat innerlijke kompas. Ik denk dat iedereen het ook heeft. Ja. Wat ik leuk vind aan jouw methode is, jij zet ook in op helden. Voor jou is het een afkorting voor, wat was het ook weer? De hoog energieke leidinggevende. Leidinggevende, ja, oké. Okay. Doener, check. Ja, ja, omdat ik denk namelijk dat iedereen een bepaalde conditionering heeft. Een kompas. Vanuit storytelling. Ja, Dus wij hebben zoveel films, verhalen, boeken, games gespeeld, dat wij eigenlijk stiekem altijd al wel weten wat de juiste handeling is in een bepaalde, een soort moreel kompas wat je kunt gebruiken. Dus oké, ik voel me op een bepaalde manier, ik ben niet blij met mijn job, ik heb een moeilijke relatie met mijn baas. Wat is nou de juiste handeling om te doen? Nou ja, als het een film zou zijn, zou je in ieder geval niet nog jaren door blijven ploeteren op deze manier, op de bank zitten, borrelnoot eten, RTLZ kijken, je niet gelukkig voelen. Als het een vet verhaal was, dan ging er iets gebeuren. Ja. Namelijk, puntje. En wat dat dan is voor iedereen anders. Ja. Maar we weten het stiekem al lang. Ja. En wat ik interessant vind aan wat Bill George zei, is dat iedereen heeft dus zo'n innerlijk kompas. En iedereen weet stiekem intuïtief ook wel een beetje waar zijn true north ligt. Ja, dus daarom voor mij introspectie, de belangrijkste competentie van leidinggevenden en professionals. Dus als je niet op zoek gaat naar je innerlijk verhaal, als je niet op zoek gaat naar de momenten dat je het echt blij had, dat je het goed had. En niet zozeer qua materiële zaken, maar jouw gedrag en jouw functie binnen een bepaald systeem. Dan kom je dus nooit naar storytellen toe, want je weet je eigen verhaal niet. Mm-hmm. Laat staan dat je naar op zoek gaat. Dus introspectie is eigenlijk een opdracht. Daarom heb ik filosofie in de Devil Inside ook een stukje gegeven. Ja. Vroeger werden wij, en dan heel vroeger, de Grieken en de Romeinen, filosofie was hun basisscholing. Wij gebruiken tegenwoordig allerlei vakken als wiskunde, Engels. Maar filosofie, je behoorde vroeger tot een bepaalde filosofieschool. Je was van die school, je was van die school. Hè. Wij hebben dat met religie later ontwikkeld. Maar filosofie was hun basisfundament om persoonlijke groei te kunnen nastreven in hun leven. Dus je leerde je eigen storytelling te ontwikkelen. Je weet van jezelf, oké, door middel van filosofische oefeningen, hoe je je gedachten kunt verzetten naar iets positiefs of kunt linken aan andere gedragingen. Ja. Storytelling is niet alleen belangrijk naar voren toe, maar ook naar achteren toe. Dus haal het verhaal in jezelf omhoog. Hmm. Ja, dat vind ik interessant, omdat de filosofie heeft natuurlijk een beetje een bad rap in de zin dat het stoffig is en moeilijk en hoogdravend. Ik heb hier een paar weken geleden een boekreview gedaan van de Daily Stoic. Ja. Omdat ik heb gemerkt dat dat echt... Ook voor Ryan Holiday. Dat was echt een software update voor mijn hersenen. Ja. Omdat wat die filosofen heel goed doen... En pragmatisch toch? Ja, super praktisch. Ja. Het is echt straatfilosofie. Ja. Het is voor iedereen. Ja. Het is niet alleen voor zeg maar academici die dingen, beschouwingen op het leven en dood willen doen. Nee, het heeft gewoon te maken met je alle dag. Ja, wat ik mooi vind ook, volgens mij stond in dat boek, is de grootste keizer van die tijd, Marcus Aurelius, was eigenlijk degene die het meeste filosofie betrachtte. Met Epictetus. Ja. Ja, precies. Dus ik vind het prachtig hoe wij, eigenlijk helemaal niet prachtig, hoe wij eigenlijk filosofie zijn verloren uit, uit onze scholing, uit onze opvoeding, om maar door te draven als
gelijkgestemden. Dus we worden allemaal in zo'n drill gestopt. Om, kijk, wij zijn niet gelijk. Wij zijn allemaal anders. Maar in onze organisatie, onze systemen, samenlevingen worden we allemaal als gelijke geduid. Wij zijn gelijkwaardig. Ja. Maar juist door je eigen verhaal, je eigen blauwdruk, je eigen competenties, je eigen zelfeffectiviteit, et cetera, boven te kunnen halen, blijf jij gelijkwaardig. Maar compleet een andere persoon dan de mijne. En hoe wij dan samen dingen kunnen gaan doen, dat is in mijn optiek het mooiste. Ja. Nou, wat ik denk dat filosofie zou kunnen brengen in dat opzicht, en daarom is het wat je zegt, misschien jammer dat het nu niet meer zoveel wordt toegepast, is dat, joh, wat zou het toch fijn zijn geweest als ze mij als 14, 15 jaar knul hadden uitgelegd dat ik niet mijn gedachte was. Dat die devil, die mij helemaal onzeker aan het maken was, allerlei dingen influisterde, dat niet is wie ik ben, maar dat dat iets is waar je iets van mag vinden of iets tegenover kunt stellen. Ja. Maar definieert je niet. Nee, ik ben het helemaal met je eens, Michel. Dit is ook iets. Misschien heb je een bepaalde levenservaring nodig om hier weer achter te komen. Ja. In plaats van dat we het geschoold hebben gekregen, moeten we zelf op zoek naar eigenlijk iets wat een fundament had moeten zijn in onze opvoeding, in onze scholing. En door onze eigen levenservaring en onze eigen gedachten en de dingen die dan schrammen en littekens opleveren, gaan we op zoek naar houvast om te kunnen duiden van wat is nou allemaal overkomen, wat heb ik zelf in de hand en waar ligt mijn wil en waar ligt mijn brein, et cetera. Om dan op deze belangrijke boeken ook voor mij te kunnen komen. Nou ja. Terwijl het eigenlijk gewoon in de scholing had gemoeten. En wat ik ook in het verhaal om gelijkheid en gelijkwaardigheid. Dus we worden zo geschoold op onze linker hersenhelft. Mm-hmm. Alles dat te maken heeft met lineair denken, systemisch denken, A naar B, et cetera. Terwijl eigenlijk de oplossing, de kruk ligt op onze rechter hersenhelft. Creativiteit, lemniscatisch denken, paradoxaal. Binnen het grote geheel creatief, origineel, authenticiteit. Allemaal dingen die ze bevinden in de rechter hersenhelft en niet in de linker. Wij worden met z'n allen zo gestold en geschoold. En ook een bedrijfskundige opleiding, hoor. Dus ik probeer daar echt mijn steentje aan bij te dragen om veel meer aandacht te geven aan bijvoorbeeld dingen als filosofie en originaliteit. Nou, wat ik dan wel charmant vond aan wat de Stoïcs zeiden, is dat juist die dat ratio zo'n mooi antwoord. Dat is dan een beetje die linkerkant van de hersenhelft. Als het gaat om je passions. Want die demonen die in je wonen, jaloezie, die roepen bepaalde emoties op. Ja. En zeggen zij, die zijn niet gunstig voor jou. Nee. Dus laat je niet leiden door die passions. Richt je op wat er eigenlijk moet gebeuren achter die emotie. Dus er gebeurt X. Jij wordt boos. Negeer het boos. Ja. Kijk gewoon wat hetgeen is wat je nu moet doen. Ja. Dat is heel erg aan de linkerkant. Ja. Dus het belangrijkste, denk ik, voor ons allemaal, dat geldt in welke omgeving ook, van de natuur tot bedrijven tot in jezelf, draait allemaal maar op één woordje. Dat is het woordje alignment, verbinding. Ja. Vanzelfsprekend heb je twee hersenhelften. Ze hebben allebei een functie. Zodra de een domineert boven de ander, dan komen we dus in de problemen. Ja. Dus het beheersen, dat is een van de belangrijke opdrachten van de Stoïcs zijn, beheers jezelf. Ja. En dus mijn boek The Devil Inside gaat, ken eerst maar jezelf, om daarna inderdaad via filosofie naar beheers jezelf, reflecteer op jezelf te kunnen komen. Ja. Wat is trouwens, want je zei het al straks, ik had hem hier ook opgeschreven, wat is lemniscatisch denken? Lemniscatisch denken is denken tegen polen. Okay. En niet zozeer aan tegenstellingen, en dat is weer wat we met z'n allen geleerd hebben. Dus er zijn drie niveaus van denken. Eén is lineair denken, van A naar B, goed, slecht, dat soort dingen. Dan heb je systemisch denken. Als ik mijn gedrag bijvoorbeeld verander in een bepaald systeem, dan verandert het systeem hopelijk in de gewenste richting mee. Ja. Lemniscatisch denken is denken tegen polen. Dus de grootste zekerheid is je onzekerheid. Ja. Je kunt geen geluk ervaren, geen ultiem geluk ervaren, als je nooit ongeluk hebt gekend. Ja. Dus als je weet, ik heb ze geschakeld bijvoorbeeld met hoofdzonde, ruimte ontstaat door haar kaders. Hoe zei dat? Ruimte ontstaat door haar kaders. Ja, ja, ja. Zonder kaders geen ruimte. Als je leert denken in tegenpolen in plaats van in tegenstellingen, dan weet je dat ze beide nodig zijn om die energie, het liggend achtje, het lemniscaat, te volbrengen. Dus we zijn nooit in balans, we zijn aan het balanceren. Dus als jij wraak kunt plaatsen ten opzichte van vergiffenis, dan weet je dat je, ik heb gewoon gevoelens van wraak momenteel. Er is niet meer overkomen. Maar de oplossingsrichting ligt in de tegenpool van wraak. Ja. Wat is dan de tegenpool van wraak? Dat is vergiffenis. Dus om de ander te vergeven, vergeef ik eigenlijk mezelf. Ja, ja. Dus te denken in tegenpolen, dat is een. Ook daar hebben we opleidingen voor. Lemniscatische school, volgens mij zelfs een academische opleiding daarvoor. Maar lemniscatisch denken heeft mij enorm veel gedrag. Het leven bestaat uit paradoxen. In plaats van de tegenstellingen, paradoxen. En als je die paradoxen ziet, dan zie je eigenlijk, bijvoorbeeld op triggers. Dus iets triggert ons
En daarom gaan we af. Ja. Nou, de triggers die ik benoem, is angst, ego en een teveel empathie. De meeste leidinggevers stappen in zodra ze moeten uitstappen, stappen uit zodra ze moeten instappen. Omdat ze hun triggers niet beheersen. Dus als je angst ontwikkelt, ja, hebben we de neiging om uit te stappen. Ja. Dan is het cruciaal om in te stappen. Zodra je ego afgaat, hebben we de neiging om in te stappen. Ja. Uitstappen. Juist, juist, juist. Zodra je wordt aangesproken, zeker als leidinggevende, op empathie, stap uit. Grappig, want dat is tegenintuïtief. Dus dan moet je non-stop in de metapositie zitten om te zien wat je aan het doen bent. En dan kom ik weer uit bij de stoïc. Beheers jezelf. Ja. Dus dit is eigenlijk rationeel ingrijpen op basis van je gevoelens en je gedachten op rechts. Dat is echt een van de moeilijkste dingen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen om te leren aan doen. Ja, maar als je dat systeem ziet, dan is het eigenlijk een spel. Nee, 100%. Ja. En het instappen en het uitstappen, dat doe ik veel in lezingen. Mensen zien het ook. Ze stappen verkeerd in en ze stappen verkeerd uit. Ja. Dus de hoogste vorm van leiderschap is leiding laten nemen. Ook de moeilijkste. Ja, in tegenstelling tot leiding geven, want je corrigeerde me dat straks al. Ja. Dus je geeft leiding door leiding te laten nemen. Ja, en dat betekent feitelijk gewoon dat je mensen de verantwoordelijkheid geeft en ze laat doen wat ze moeten doen. Je leidt van achteren. Ja. Dus je geeft het podium, je geeft het podium continu weg aan talenten binnen je team. Dus ik sta niet op het podium, ik hoef niet die voordracht te doen. Doe jij het eens, laat me zien. Je observeert van achteren, en dat geldt ook voor teambesprekingen, et cetera. Er zitten altijd rotte appels in de groep. En je confronteert aangroep zodra er iets voordoet op basis van veiligheid en resultaten. Mm-hmm. Maar de meeste leidinggevers stappen uit op veiligheid en stappen uit op resultaten. Stappen in op ego. Stappen in op empathie. Je maakt alles kapot. Leidinggevers omgekeerd opvoeden. Omgekeerd opvoeden. Je gaat ze dingen afleren. Het belangrijkste is, en dat is ook weer een haakje naar het begin, is dat je een atmosfeer creëert dat mensen kunnen floreren. Mm-hmm. Dat ze de veiligheid ervaren om hun nek te mogen uitsteken. Dat ze zelf effectief zijn. Dat ze genoeg eigenwaarde hebben om dingen te doen die eigenlijk mogelijk te moeilijk voor ze zijn. Mm-hmm. Maar dat ze weten, nou goed, als ik me daarop mag richten en die talenten kan aanwenden, dan zal ik het mogelijk toch voor elkaar krijgen. Ja. En wat je hoeft te doen is te observeren of het goed gaat. Dus ik observeer op twee aspecten. Veiligheid, resultaten. Als veiligheid in het geding komt, instappen. En met veiligheid bedoel je, mensen voelen zich niet langer safe om fouten te maken? Juist. Ja. En niet alleen dat, maar gewoon ook de veiligheid binnen organisaties. Dus nummer 1 thema in organisaties nu is burn-out. Ja. Nummer 2 is pesten. In onze professionele organisaties, niet zozeer op basisscholen, is pesten nu nummer 2 thema. Ja, dat blijft me echt verbazen. De psychologische veiligheid in onze organisatie is enorm gedaald. Ja, voor volwassenen. Waarom? Omdat leidinggevenden op dit moment, generiek gesproken, echt heel slecht leiding geven. Ja. Wat doen ze? Ze pakken te veel podium. Ze strelen veel te veel hun eigen ego. Ze laten zich leiden door empathie. En durven veiligheid niet te betrachten. Als je veiligheid niet betracht en je durft niet te confronteren aan groep, dan wordt het een slangenkuil. En als je de grootste slangen, de mensen met de grootste muil en de grootste dominantie, hun streken laat uitvoeren en je bent niet in staat om als leidinggevende aan groep daar een correctie te laten plaatsvinden, creëer je een slangenkuil. En zelfs het ergste met slangenkuil is, ook dat heeft een kader. Grappig is dat. Want het maakt niet uit waar je bent, hoe oud je bent. Het blijft altijd schoolplein. Ja. En je kan maar beter, hoor ik nog steeds, de grootste gemeenskleuter in de zandbak zijn. Ja. Dat is toch nog steeds geldig. Ja, en elke wordt het alleen maar erger. Dus, en dat komt ook weer terug met die 35% van onbewust gedrag. Dus als mensen proeven dat ze hier door middel van dominantie, agressiviteit, kleineren, pesten van de ander, een bepaalde machtspositie kunnen in, dan zijn sommige persoonlijkheden geneigd om dat te doen en te kijken hoe ver ze kunnen komen. Belangrijkste, een van de belangrijkste dingen die ik mijn deelnemers meegeef in die congressen, seminar, durf te confronteren aan groep. Ja. Ik gebruik geen enkele bila's meer. De mensen, je hebt jullie bijvoorbeeld Thor Gerbrands hier ook gesproken, volgens mij. Die doet dat ook niet. Dus de meeste mensen in de topsport, Koeman, Vergaal, Robert Eenhoorn, Gerbrands, alles gebeurt aan groep. Dus wel coaching, feedback, sociale steun. Ja, dus binnen een team geen één op eentjes meer. Nee, dus wat je creëert is onveiligheid. He, dus als wij met z'n tweeën een gesprek hebben en anderen zien dat wij met z'n tweeën een gesprek hebben, stel dat ik jou meerdere zou zijn, dan wordt er gedacht van wat bespreken die twee met elkaar? Ja, welke voorkeursbehandeling krijgt Michel? Zit er een promotie voor hem aan te komen? Hebben ze het over salaris? Of over misschien wel nog erger over mij? Als je gewoon geen bila's toelaat in je organisatie, alleen voor sociale steun, dingen die gebeuren thuis en alle coaching en feedback aan groep doet, dan weet iedereen hoe die wordt behandeld, hoe de ander wordt behandeld en hoe
ook hoe die kan leren van de behandeling van een ander. Mm-hmm. Dus stel, jij doet iets wat minder goed is en je krijgt van jouw leidinggevende dat te horen, dan kan ik ook bij mezelf te raden gaan. Ja goed, Michel krijgt dat nu wel te horen, maar eerlijk gezegd was dat punt bij mij ook niet volkomen op orde. En de coaching of de feedback die jij krijgt, kan ik gebruiken om mezelf ook te ontwikkelen. Ja, 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 ja. En het gek is, thuis doen we dat, hè? Dus als je kinderen hebt, de een doet iets wat niet mag, dan stuur de ander niet eerst de gang op om de ander te corrigeren. Nee, dat wordt gewoon aan de woonkamer en in de woonkamer aan de huistafel. Wordt er een voorbeeld gesteld? Ja, ja, ik heb er een prachtig voorbeeld vanuit het leger. Ik heb een aantal maanden geleden voor 70 officieren van de Koninklijke Landmacht dit mogen doen. Ja. Die hadden me uitgenodigd om in wezen op de kazerne vanaf rang kapitein tot de hoogste baas 2 uur over leiderschap en werkmotivatie te spreken. Gaaf. Ja, het was heel leuk. Het was ook heel, heel spannend. Dus ik was de enige in blauw en de rest was in groen. Die mannen en vrouwen hebben allemaal een academische opleiding. Je was de enige nukkebuur. Ja. Ja. Dus ik kwam met die kazerne aan. Het was natuurlijk, dat is al een soort van overweldigend. Ja. En dan in hun eigen omgeving. Dus de groep van 70 ging zitten. Met al die... Is dat ook zo'n groepje? Dat vragen we dan even af. Met hun eigen lingo. Als je bij een groep IT'ers gaat staan, die praten allemaal een bepaald jargon. En dan denk je, waar hebben deze mensen het over? Nou, daar was ik te kort. Dus iedereen moest om 9 uur ook strak beginnen. En dat begon ook strak om 9 uur. Ja. Behalve, ik denk na een minuut of 5, een minuut of 10 dat ik al begonnen was. Toen kwam de hoogste generaal binnen. Oh. En die pakte een bakruk en die ging achter de groep zitten. En die keek mij op ooghoogte aan. Ja, oh, dat is interessant. Dus 70 mannen, 2 vrouwen. Die, ik verhaal het ook maar gewoon hier op beeld. Maar dat is een prachtig voorbeeld. Dus 70 mannen die, en 2 vrouwen die over dit gingen, over veiligheid. En de man, de hoogste generaal, die zat dus achter in die groep. En ik keek mij strak op ooghoogte aan. En ik was begonnen met het niet toepassen van bila's. Ja, dus aangroep. En hij stapte echt van zijn stoel af. Hier ben ik het niet mee eens! Oh jee. En ik wist van mezelf, nu gaan de triggers af. Ja. Ja, dus... angst, ego, te veel empathie. Nou, leuk om die vraag aan jou te stellen. Welke trigger ging er bij mij af, denk je? Op het moment dat die meneer... Dus de hoogste generaal stapt op zijn stoel en die zegt... hey, daar ben ik het niet mee eens. Nou, als ik hem op mezelf pak, dan zou ik in eerste instantie denken... oh, kut, ik hoop wel dat ze het leuk blijven vinden. En dan denk ik, hey, wie denk je van die dat je bent? Nou, en welke trigger zou je dan... Dat is angst, ego, empathie. Ja. Nou, angst en ego, die gaan dan af. Ja, dat had ik ook. Dus je wordt angroep geconfronteerd. Dus hij... in het open veld, en stap naar voren en thuiswedstrijd. Sowieso al een power move om op ooghoogte te gaan zitten. Het is alles intimidatie. Maar ik wist ook, dit is mijn cadeau. Dus ik geef mijn deelnemers en mijn congressen lezingen aan. Ja, ja. Dit zijn cadeaus. Dus als je het moment weet te pakken dat je aangroep moet confronteren... is dit dat je cadeau als leidinggevende. Je kunt heel lang van achteren leiden, observeren. Maar er zijn momenten dat je in moet stappen... en dat moet je bezien als een cadeau. Ja, mentale ja, ja. innovatie. Jij moet zorgen dat je dit als een cadeau beschouwt. Dus mijn angst ging af. Ja. Ik moet nu met de hoogste alfa... moeten knokken. Op het veld. Ja. Knokken. Mijn ego ging ook af. Dus ik werd gevraagd als expert leidinggevende leiderschap... En ik werd hier zo op mijn theorie aangevallen. En ik had ook wel empathie, hoor. Dus als je hier met zo'n leidinggevende te maken hebben. Dus die triggers op jezelf te benoemen. Dus je neemt een seconde en denkt van... oké, angst gaat af. Ja. Ik heb geen keuze. Dit is mijn cadeau. Ik moet instappen. Mijn ego ging af. En daarvan wist ik... niet instappen, daar moet ik langs. Ja. En empathie kan ik niks mee uitstappen. Ik heb het als volgt opgelost. Ik heb gezegd, meneer de generaal... hartelijk dank voor uw inbreng. Ja. Mij is gevraagd om vanochtend iets te verhalen omtrent leiderschap en bevlogenheid. Als u mij de eer geeft om dit verhaal te mogen afmaken, kunnen we mogelijk over een minuut of 15 hier omtrent een discussie voeren. Ik pakte hem gewoon op zijn gast. Ja, 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 ja. Dus hij kon eigenlijk niet anders dan weer terug in zijn stoel gaan zitten. Nou, meneer Korten, dat snap ik. Kunnen gepareerd, ja. Dus ik was er mooi langs. En op ego moest ik me niet laten vangen. Dus ik heb mijn verhaal gewoon gedaan. En ik heb later aan de meneer gevraagd, meneer de generaal... heeft u kinderen? Hij zei, heeft dat ermee te maken? Zei, mag ik u vragen? Mag ik u uitnodigen? Heeft u kinderen? Ja, 2 jongens, 15 en 17. Meneer de generaal, een van die 2 kinderen heeft iets gedaan wat absoluut niet door de beugel kan. Stuurt hij dan de ander de gang op om de ander te adresseren? Of wordt de ander aangeroep geconfronteerd met het gedrag wat hij heeft vertoond? En toen wist iedereen. Wat we thuis zo makkelijk doen,
doen we in onze organisaties niet meer. Ja. Waarom? Omdat we die triggers omgekeerd toepassen. En zeker in het leger, dus wordt het op een gegeven moment il principe, mag ik verliaans handelen. Dus ik controleer waar ik welke informatie plaats. Dus als ik heel veel bila's heb met mensen, dan weet ik, ik laat daar wat informatie vallen, ja, maar niet bij die. En als ik informatie controleer, blijf ik degene die in, dus verdeel en heers, il principe, mag ik verliaans handelen. Ja. Maar in een gezonde organisatie, in een organisatie die duurzaam weet te presteren, is dat volkomen nutteloos, erger, het maakt alles kapot. Dus als iedereen zich veilig voelt, we weten, de grootste bully krijgt hier geen kans om mij te vernederen, te kleineren, mij te pesten. Want mijn leidinggevende is mijn leidinggevende stelpaal achter me. En degene die dan die bully is of die bever in mijn groep, die gaat echt richting exit. En ik mag hier, ja, binnen een bepaalde vorm van veiligheid floreren. En dan moet je nagaan, dan ben jij Bas Kolle. Dan geef je les in, ben je professor. Heb je behoorlijk wat, je bent een black belt hierin. Dus voor jou is dit zelfs aan de bak. En wat ik dus, want ik herken het helemaal. Dit is niet alleen in het leger zo. Want ja, ik kom bij meerdere organisaties binnen en dan zie je dit ook. En waar ik me nog over verbaas is dat er dus inderdaad leidinggevenden zijn die strategie van het bulderen, want dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Ja. Als je dan ook maar iets fysiek minder bent, zou je bijna fysiek geïntimideerd kunnen raken van het verbale geweld. Wat daar. Weet ik ook. Dus een man met strepen en sterren op zijn vingers. Ja. Maar ook dat is dus, als je dat kunt zien binnen het systeem en weet dan de theorie, want je kunt het gewoon leren. Net zoals hardlopen te leren is, is dit ook gewoon te leren. Dus je ziet eigenlijk, oké, dit is dus de confrontatie die gaat plaatsvinden. Welke trigger gaat er mij af? Introspectie. Nou, in dit geval was het echt als eerste angst. Ja, begrijpelijk. En dan heb ik maar één keuze. En dat is instappen. En tweede, mindset ontwikkelen. Dit is mijn cadeau. Ja. Ik kan nu laten zien dat ik echt de expert ben. En waarom ben ik dan een expert? Niet omdat ik dan hier zo goed in één keer in was. Nee, ik heb 30.000 uren geoefend om dit te kunnen doen. En dit is mijn cadeau om nou die 30.000 uren op ontspannen inspanning te kunnen laten verwezenlijken. Trap niet in zijn valkuil. Dus je maakt de beweging naar voren, ook al is je maar klein. Maar je gaat met je hoofd naar voren, niet naar achteren, naar voren. Je laat je niet op je ego pakken. Dus je gaat niet rellenbellen omtrent van wel is niet is, wel is niet is. Je gaat niet in discussie, maar je pakt hem op. Gastheerschap. Ja. En daarna heb je alle tijd om het te kunnen duiden. Wat ontzettend belangrijk is in die oefening, is de vorm die je gebruikt. De vorm van communiceren. Dus de meeste leidinggevende vraag ik van, oké, dit is de confronterende groep. Wie doet het? Weinig mensen. Sommigen zeggen, ja, nee, ik doe het ook. Maar de meeste mensen die het dan doen, doen het ook nog een keer verkeerd. En dat is een hele kwalijke. Hmm. Met name voor de teamleden. Maar deze is ook zo makkelijk te trainen. Geweldloze communicatie. Ja. Als je dat beheerst, kun je dus elke wedstrijd van een confrontatie met 3-0 winnen. Dus als ik een wedstrijd inga, een tenniswedstrijd of welke wedstrijd dan ook, die van tevoren weet, gegarandeerd 3-0 van mij. Deze win ik met 3-0. Is het heerlijk om het als een cadeau te zien. Mm-hmm. Dit is mijn cadeau, maar ben ik dankbaar dat me dit gebeurt. Nou, hoe win je dan zo'n wedstrijd met 3-0? Simpelweg eerst betrachten welke trigger gaat er af. Angst, ego, empathie. Word ik aangesproken op empathie, stap ik uit. Ik kan me niet op empathie laten leiden. Misschien nog zo meteen over hebben. Ego, ik stap uit. Op angst stap ik in. Dus er komt zo'n confrontatie. Iemand wordt vernederd in jouw bijzijn. Een van jouw teamleden wordt gekleineerd. Laten we het overdrijven. Seksueel gekleineerd. Door en je staat met je mond vol tanden. Wat gebeurt me hier? Maar je weet ook, dit is mijn functie. Dit is mijn taak. Dit is mijn rol. Ik heb geen andere keuze door in te stappen. En wat mooier is, deze wedstrijd win ik met 3-0. Mm-hmm. De eerste goal maak ik. Ik stap in. Ik confronteer hem. En ik confronteer hem, laat hem hem Willem noemen. Altijd Willem. Classic Willem dit. Laten we gewoon Willem noemen. Ik hoop dat er geen Willem en anders wees niet. We luisteren er vast wel een paar. Ja. Sorry jongens. Excuses op voorhand. Ik kan hem ook X noemen. Zeg, Willem, ik percipieer ongelooflijk veel negativiteit in je opmerking. Ik percipieer ook intimidatie bij mijn collega's. Mag ik je uitnodigen om met dit gedrag te stoppen, Willem? Anders gezegd, Willem, zodra je niet met dit gedrag stopt, dan neem jij de beslissing om hier ontslag te nemen. Dat riekt naar milde intimidatie bijna. Het is in ieder geval stevig genoeg. Ja, behoorlijk. Ruimte ontstaat door kaders. Dit is het kader dat geen enkel diffuus mag kennen. Het moet staan als een huis. Mm-hmm. Dus je zegt het stevig, je zegt het ook met een stevige stem. Dus op camera, ik doe het nu nog relatief rustig. Maar ik vond het zelfs al een beetje intimiderend. Mooi, dan is het gelukt. Ja. Maar het is ook geweldloos.
Ja. En ik zal uitleggen waarom deze wedstrijd je met 3-0 wint. 1. Je stapt in. Zodra je wordt uitgestapt, had je de slechtste vorm van leiderschap betracht. Ja, en met instappen bedoel je, ik voel me bang, maar dat wil niet zeggen dat ik nu niets moet doen. Dus ik doe het desondanks. Ik laat me gelden. Ja, oké. Okay, ik laat me gelden. Ja. Ik pak mijn functie. Dus de ergste vorm van bevlogenheid, ergste stel van leiderschap voor bevlogenheid, is de laissez-faire. Er niet leiding geven. Okay, er niet zijn. Het negeren van je kinderen is het ergste wat je kunt doen. Dat geldt in professionele organisaties. Het niet leiding geven is erger dan het directief leiding geven. Ja, want je schept precedent door. Exact dat. Precies. Komt jurisprudentie, precedentwerking. Ja, mensen zien, nu kan ik alles maken. Er is hier geen leiding. Ja, het is niet wat je predikt, het is wat je tolereert. En als je shit tolereert, pakken ze de ruimte. Exact dat. Ja, net zoals thuis. Ja. Leidinggevers omgekeerd opvoeden. Ja, ja. Ten tweede, gebruik je bepaalde werkwoorden. En ik verbind er een conclusie aan. Om die werkwoorden te gebruiken, en dat kun je gewoon oefenen. Ik gebruik in het werkwoorden als perciperen en voelen. Ja. Die zou ik in het dagelijks bestaan niet tot nauwelijks gebruiken. Deze gebruik ik hiervoor. Wat doet perciperen en voelen? Ze zijn van mij. Dus als ik had geduid, Willem, dit kan absoluut niet. Het kan niet door de beugel. Ja, 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 ik vind het ja, niet ja. goed. Ja. En als je dit doet, dan ga ik je ontslag geven. Nou, was Willem direct. Dat is niet. Het was gewoon een grapje. Ja. Dat jij geen gevoel voor humor hebt. Dat is niet mijn... Hebben die jongens in Sanne hebben geen gevoel voor humor soms. En dat jij geen gevoel voor humor hebt, dat is niet mijn probleem, dat is jouw probleem. En nu ik het zo beschouw, vorige week was er eenzelfde kwestie. Bij een andere collega heb je niks van gezegd. Je hebt gewoon de pick-up mij kodden. Ja. Anders gezegd, zodra je woorden als gevoel percipiëren gebruikt, dan kun je nooit in de discussie terechtkomen. Ik voel op dit moment dit. Ik percipieer op dit moment dat. Enige wat je doet vanuit mijn functie, ik overleg het aan jou. En jij neemt de beslissing, niet ik, om hier ontslag te nemen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Mm-hmm. Ik accordeer dat. Ja. Deze wedstrijd win je altijd met 3-0. Je kunt het simpelweg oefenen. Geweldloze communicatie zijn prachtige boeken over geschreven. Ja. Maar weet van jezelf, het begint met introspectie. Bij angst instappen, ego uitstappen, empathie uitstappen. En gebruik dan geweldloze communicatie met eigenaarschap bij de ander. Ja, duidelijk. En je hebt een cadeau van je welste te pakken als leidinggever. Dit hoef je maar één keer te doen. En iedereen ziet, zelfs de bevers in wording zien nu. Het heeft geen zin om me zo te uitladen, want ik kreeg aangeroep zo voor mijn falie. Ja, daar zit een zuiver het mechanisme in. Ik bedoel, dat hoef je als het goed is maar één of twee keer te doen. En het zijn geen domme mensen over het algemeen. Dus die snappen dat ook wel. Ja. Ja. Is dit ook... op deze niveaus zeg maar kunnen onderkennen wat de juiste actie is, is dat ook de counter tegen zeg maar, is dit de manier om die devils te verwijderen? Ja. Kun je deze gebruiken tegen ze allemaal? Dit gaat dan met name over leiding geven. Dus die hoofdstuk geldt voor gewoon professionals, voor mensen die ook leidinggevende vanzelfsprekend in zich hebben. Maar wat ik probeer te doen is mensen een model of een instrument aan te reiken. Een rationeel model, een theoretisch model, waarop ze pragmatisch beter kunnen beslissen dan daarvoor. Ja, 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 ja. En dat is eigenlijk mijn rol, zoals ik hem zie. Probeer ik kaders aan te geven. Dus ik bestudeer veel, met name de dingen die uit Amerika komen, om door middel van eigen gemaakte modellen die dingen te duiden die voor mij als ondernemer, ik toets alles op mijn ondernemerschap, ja. Aan te reiken aan de professionals leidinggevende van nu. Ja. Dit zou voor mij op deze wijze enorm geholpen hebben. Bijvoorbeeld triggers, en ik weet dat jij die man ook kent, Marshall Goldsmith. Ja. Die heeft een prachtig boek geschreven over triggers. En toen hij dit boek op zich is niet eens zo heel goed. Geweldige kerel trouwens. Maar ik wist van dat boek triggers, die is compleet raak. Maar er zaten bijvoorbeeld niet die dingen als angst, ego, empathie. Ja. Later las ik een boek van Brené Brown over het verlangen naar verbinding. Ja. Dus het graag ergens bij willen horen. Ja, daar kwam bij mij die trigger empathie uit voort. Dus we zijn zo genegen om empathisch te zijn, omdat we ergens bij willen horen. Ja, en dat is het lastige van leidinggeven. Je zit niet in het team. Je zit niet in het team. En jouw functie is om je juist aan de zijkant eigenlijk boven te blijven staan. Om je niet te laten inpakken op basis van empathie. En dat is lastig, want we hebben allemaal een verlangen naar verbinding. Mijn favoriete fase in de groei, want ik heb hem zelf ook ondergaan. Maar ik zie het nu bij een aantal mensen in mijn eigen organisatie. Is de eerste onder gelijken zijn. Ja. Dat is een heerlijke spagaat om mensen in te zien zitten. Want dat is volgens mij precies dit probleem. Ja, ik was 26. Dus ik kwam als fiscalist in zo'n bankverzekeraar terecht. En het was eigenlijk gewoon verlengde van mijn studententijd. Dus het was vanaf woensdag nog steeds op stap. ja, mooi. Lang leefde lol. Eigenlijk begon op dinsdag al trouwens. Maar op een gegeven moment werd mijn hoofd ziek. Dus we hadden een groepje van een man of 6, 7. Mijn hoofd werd ziek. En ja, het was een chaos van je welste. Er was geen baas meer, geen leidinggevende. En ik had op een gegeven moment dan...
mogelijk het karakter zijn. Dit kan ook niet. We moeten wel presteren. Dus dat we lol maken is prima. Maar dan moet wel verantwoording plaatsvinden. Dan moeten we in ieder geval de resultaten. Yeah. Dus in welke chaos die resultaten bij elkaar komen. Maar ik was de jongste bediende in kwestie. Dus ik pakte eigenlijk die rol informeel op. Om te gaan leiding geven. Yeah. En werd mijn zoon, toen is terug naar jou, de eerste jong broekie. Dus ik werd aangesteld om hem te vervangen. Yeah. Mijn hele leven verviel. Ja, ja, ja. Dus ik ging met al die gasten en met mijn team ging ik de kroeg in. En er was één grote lol. En ik was aangesteld en ik hoorde er niet meer bij. Ja, ja, dat is, het is eenzaam aan de top, zeg eens. Alles heeft een prijs. Ja, dat is en als het makkelijk was geweest, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld jullie nu, we elkaar 5 jaar geleden tegengekomen, moest kijken waar je nu staat. Als het makkelijk was geweest, deed iedereen het. Ja, ja. En dan even terug naar de obstacle is the way. Je hebt dus obstakels nodig, een prijs te bepalen en te betalen. Om een hoger niveau te kunnen bereiken. Ja, ik kwam toevallig in de vorige podcast kwam je ook al naar voren. Maar als je dat zou zeggen, moet ik denken aan iets wat Jordan Peterson ooit een keer zei. Ja. Je moet het zien als onderhandelen met de toekomst. Dus je wil iets terug in de toekomst. Je wil een bepaalde positie bereiken. Bijvoorbeeld stel, je bent een carrière-tijger en je wil graag directeur worden binnen de organisatie waar je het nu over hebt. Ja, ja, oké. Okay. Een goede stap in de ladder is inderdaad leidinggevende worden hier. Daar zit een prijskaartje aan. Namelijk dat ik deze sociale verbintenissen nu waarschijnlijk ga verliezen. Ja. Maar dat is de onderhandeling die ik maak met om straks directeur te worden. Ja, ja, ik vind het een hele mooie. Ook ambitie heb ik meegenomen in mijn onderzoek. Ja. En ambitie is eigenlijk een hele gevaarlijke. Dus je onderhandelt met de toekomst. Ja, mogelijk op een hele vervelende... misschien onderhandel je wel met de duivel. Als er iets gevaarlijk is voor ons allemaal, is om een ambitie te hebben die onze eigen talenten tekort doen. Peter Principle ken je mogelijk. Dus je wordt gepromoveerd tot het niveau van incompetentie. Dus stel je bent, ik ben verhuisd een jurist, je bent de beste jurist, best in je vakgebied. Mm-hmm. En je bent 26, 27 jaar en je hebt dan Jordan Peterson voor ogen en je onderhandelt met de toekomst. Ik wil in mijn corporate omgeving of in mijn advocatenkantoor Zuidas, wil ik de top gaan bereiken. Je doet ontzettend je best, je neemt je verantwoordelijkheid en je wordt op je 28e gepromoveerd tot teamleider van een juridisch team. In plaats van 100% advocatuurwerkzaamheden doe je nog 70% advocatuurwerkzaamheden en 30% managerial taken. Ja. Op je 35e, je bent nog steeds zo verantwoordelijk en je hebt nog steeds je bent er trots voor de onderneming. Op je 35e word je gepromoveerd tot directeur van een bepaalde divisie. Nog maar 20% advocatuurwerkzaamheden, 80% managerial. En op je 51e word je gepromoveerd tot de raad van bestuur. Of je wordt een partner in 100% managerial, 100% politiek. Daar ben je minder goed in. Ja. En je wordt eruit gesodemieterd. Als je na je 50e op straat komt te staan, momenteel, heb je nog maar 2% kans om een job te vinden van vergelijkbaar niveau. Ja. Als ik één ding probeer mee te geven aan studenten, zorg voor duurzame prestaties. Dus blijf presteren, blijf een held. En gebruik het woordje demotie. Meesterschap. Dus niet zozeer promotie is het onderhandelen met de toekomst. Juist het beheersen van demotie, het beheersen van een vak, meesterschap, is eigenlijk je grootste kans om duurzaam te blijven presteren. Laat je niet leiden door het duiveltje te zeggen, je moet hoger op, hoger op, hoger op, om op een functie te komen waar jouw competenties, jouw zelfeffectiviteit op dat podium volkomen niet meer uitkomen, om het wel gemaakt te hebben, om de volgende dag niets meer te ontvangen. Ja, wat ik je met name hoor zeggen is blijf bij de inhoud. Ja. Want wat ik hier hoor, en dat herken ik, want wat je zegt over het juridische bestaan is denk ik ook in IT-land waar. Als ik naar mezelf kijk, precies dat verloop. Ik was een vormgever. Ik wist veel over CSS, JavaScript, HTML, UI design. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment kwam je in het MT. Hey, je was iets minder met dat soort dingetjes bezig en wat meer met het aansturen van mensen. Toen werd je unit manager. Ik heb op een gegeven moment, ik zat geen code meer te maken. Ik was alleen nog maar bezig met mensen aansturen. Ja. En als je dat 2-3 jaar hebt gedaan, dan sluit je op een gegeven moment weer eens een keer aan bij een designersoverleg. En dan, wat de fuck is dit voor een raamwerk? Wat zijn jullie nu aan het doen? Ja. Ik weet niet meer waar dit over gaat. En dat gaat echt heel snel. Ja, en het geldt eigenlijk voor elk vakgebied, maar met name ook in dit vakgebied. En we hebben tegenwoordig niet meer te maken met de Y-generatie. De Z-generatie komt al op de werkvloer. Ja. Die al die informatie vanaf jongs af aan heeft meegekregen. En zo snel leert en zo hoog aanpassingsvermogen heeft. Ja. Dus het woordje demotie is een cruciale. Ja. Waarbij ik ook wel aan wil tekenen. Leiding geven is ook een vak. Ja. En ook daarvoor geldt, als je dat als een vakgebied ziet, is het dus niks te maken met ambitie. Nee, je wordt gewoon een betere leidinggevende. Ja, 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 en of je nou een betere leidinggevende bestuurder wordt of een betere leidinggevende, ik voel mezelf meer een soort van, ik ben niet graag in de bestuurskamer. Nee. Ik ben liever een generaal. Ja. Dus geef mij 2 opdrachten, dan ga ik met mijn manschappen het veld in. Missie uitvoeren. Ja, missie ja, uitvoeren. Ja, 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 maar sommige mensen zijn heel goed in besturen. Maar leidinggeven is een vak en ook daarin moet je blijven leren.
Interessant. Ja, nee, ik denk 100% dat dat, dat klopt. Even kijken, ik heb nog twee vragen voor je. Ja. De eerste heeft te maken met het duiveltje daadwerkelijk temmen. Mm-hmm. Het is een moeilijk proces, want dat ding dat fluistert de hele tijd in je oor. Ik vroeg me af, je had het net over een aantal boeken die inspiratie begeven. Ben jij bekend met de 4 overeenkomsten? Nee. Van Don Miguel Ruiz? Nee. Vind ik echt een mega goed leiderschapsboek. Terwijl het gaat over persoonlijke groei. Het is een sjamaan uit Zuid-Amerika die dit boek heeft geschreven. En dat was eigenlijk een soort reminder voor zichzelf over hoe hij... en dat vind ik zo leuk, en dat is de relatie naar jouw boek. Hij baseert het op een oude Tolteekse filosofie. Mm-hmm. Die oude Tolteken, Meso-Amerikaanse stam. Ter hoogte volgens mij bij de Maya's. En daarom is mijn vak zo leuk. Hè? Ik krijg continu nieuwe informatie. Ja. maar wat die lui hadden, die hadden een concept en dat heette de parasiet. Mm-hmm. En dat is eigenlijk exact wat jij omschrijft met die non-stop flow aan negatieve impulsen die door je hoofd gaan. Dus die lui hadden ook al in de gaten van, hey, er zit iets op je schouder en dat probeert energie van je weg te trekken. Probeert tussen jou en je bestemming in te gaan staan. Zo meteen nog een vraag, want je had het over de missie die je meegegeven is. Ja. Nou, ze hadden zoiets, je hebt goede krachten, die zetten jou op een bepaald pad. En als je een goed leven leidt, dan vervul je dat. Maar er is ook iets en dat probeert je ervan weg te trekken. Mm-hmm. En dat fluistert jou allemaal dingen in. En zij noemden dat de parasiet, dus de devil inside. Ja, prachtig. Ze hadden 4 regeltjes. Ik ben benieuwd wat jij van die 4 regels vindt. Omdat ze voor mij persoonlijk echt heel veel Je hebt nu al. Ja. De eerste is, van de 4 overeenkomsten, is wees onberispelijk op je woord. Spreek zuiver. Mm-hmm. Zeg wat je wil, zeg wat je doet, doe wat je zegt, doe je het niet, zeg het. Mm-hmm. Hou geen waarheden achter en vertel nooit een leugen. Dat is eigenlijk, want wat je zegt is, heeft volgens hun een heel verstrekkend effect. Mm-hmm. Woorden die binnenkomen bij mensen doen iets. Ja. En dat echo door. Dus als jij leugens in mensen hun hoofd zet, gaat die negativiteit door echoen. Ja. En daar heb je een verantwoordelijkheid, vind ik. Nou, dat vond ik een hele sterke. Ja. Tweede was, neem niks persoonlijk. Mm-hmm. Omdat een heleboel van de negatieve emoties, angst, ego en misschien empathie ook. Mm. Nou, als ik kijk naar de dingen waar ik bang voor ben, is bijvoorbeeld in zo'n groep met zo'n generaal, waar zou ik last van hebben. Ik word nu aangevallen op mijn competentie. Ja. En nu dadelijk in achting in die groep. Ja. En dus daarom neem ik het heel persoonlijk. Want je vindt me een sukkel of zo. Ego? Nee, ik word op je ego geraakt, zoals ik dat noem. Ja, dus dat is die. Maar daar ligt vaak een aanname aan te grondslag. Dus de derde is, doe geen aannames. Mm-hmm, mooi. Omdat daar voedt hij zich op. Mm-hmm. Het feit dat jij denkt dat, wat je daar straks zei, vind ik een heel mooi voorbeeld. De 2 leidinggevenden gaan even met elkaar een bilaatje doen. Je kan ze door zo'n glazen wand zien zitten, praten met elkaar. En je vraagt streamt toch af, gaat dit over mijn prestatie? Yeah. Ze hebben het vast over mij. Want ik heb laatst daar, in dat project heb ik een steek. Dus je gaat aannames doen, krijgt een hele eigen leven. En die parasiet voedt daarop. Yeah. Daar smult hij van. Dat is een emotioneel buffet. Juist. Gaat hij helemaal los. En dan de laatste, en dat vind ik eigenlijk de allersterkste, is doe altijd je uiterste best. Mm-hmm. En het voorbeeld wat ik daar persoonlijk graag bij aanhaal is, als wij kijken, vechtsporters, naar een vechtsportpartij. En we zien daar 2 gasten en die knokken met elkaar. Mm-hmm. En 1 wordt er knock-out geslagen. Mm-hmm. Dan is de vraag altijd, vinden wij als fans die meneer die knock-out is geslagen een loser, ja of nee? Nou, wat denk je? Ja. Ja, het antwoord is dus, ligt eraan, hangt er vanaf. Er zijn 2 dingen die hij kan doen. Ja. Hij kan het gevecht aangaan, alles geven wat hij in zich heeft, zijn hart eruit knokken, geraakt worden, eruit gaan en dan krijgt hij een staande ovatie. Ja. Maar hij kan het gevecht ook niet aangaan, achteruit lopen, vermijden, angstig gedrag vertonen en als hij dan ook uit wordt geslagen, dan juichen we ervoor. Ja. En dat is denk ik een van de belangrijkste lessen als het gaat om onzekerheid. Als jij gewoon je best doet, dan word je anders beoordeeld als dat je het met de pet nagooit. Ja, helemaal eens. Dus de wijze waarop, dus we winnen. En daar die koppeling is te maken met wat we al besproken hebben. Dus bijvoorbeeld zo'n b-hack. Ja, je hebt doelen, je haalt doelen, je mist doelen, et cetera. Dus je hebt winnen en verliezen in het leven. Dus het gaat niet om die piketpaal. Het gaat om een bevlogen reis. Hè. Wij zijn reizigers, wij reizen samen in een bepaald leven. Ja. Een bepaald tijdvak met elkaar op. En we hebben nog een keer dezelfde interesses. En daarom komen we elkaar tegen. En dat maakt het gewoon leuk. Energie. Maar we winnen en we verliezen. Ik heb heel veel verloren. Ik heb ook al wat dingetjes gewonnen. Maar de winst uit het verleden telt niet meer. Dus het gaat om mijn bevlogenheid vandaag. Het gaat om mijn bevlogen reis richting de toekomst. Daarom ook geen titels gebruiken en geen et cetera. Het is allemaal rendement uit het verleden. Ja. Het gaat erop de wijze waarop je bepaalde dingen overkomt. Mee omgaat. Hoe je inderdaad, je noemt het gevecht, maar eigenlijk het leven aanpakt en omarmt. En mijn aantekening op, inderdaad, die stellingname die ik inderdaad dan onderschrijf. Blijf altijd je best doen, zit ook in herstellen.
Dus presteren, herstellen, verbeteren. Ja. Dus je kunt ook enorm je best doen door bewust te herstellen. En heel veel mensen nemen daar ook te weinig tijd voor. Rust. Ja, herstel. Rust, ja. Rust nemen om te zorgen dat je soms weer kunt verbeteren. Ook rust nemen om na te kunnen denken van oké, ik heb nu gepresteerd of niet verloren. Hoe kan ik ervoor zorgen om soms weer beter te kunnen in plaats van door te hollen? Ja. Dus je kunt ongelooflijk je best doen en toch niet. En dat is weer die paradox. Wat in mijn eigen persoonlijke vitaliteitsreis echt heel veel heeft gebracht, was toen ik vanuit het overloopprincipe leerde dat adaptatie plaatsvindt in de rust. Ja. Want jij heel soms zeiden, hey, je wordt niet sterker in de sportschool. Ja. Je wordt sterker op de bank thuis. Ja. Daarna. Ja. Oh. Ja. Oh ja, want als jij je 24 tot 48 uur rust niet respecteert, kom je niet in je supercompensatie. Ja. En dan ben je mogelijk niet sterker als dat je daarvoor was. Dus groei je niet. Ja. En hetzelfde gaat over filosofie, dat we dat in onze scholing eigenlijk verloren zijn geraakt. Hetzelfde geldt de relatie met de natuur. Ik had een prachtige mentor, Paul de Bot. Volgens mij hebben jullie hem een keer in de studio gehad. Nou, dat is mijn boek is opgedragen aan Paul. Die heeft me eigenlijk op het onderwerp van introspectie. Dus we hebben mijn laatste moeder begraven in december. Ja, ik begrijp het. Maar die heeft me eigenlijk maar één ding meegegeven, Bas. We zaten naast elkaar in een kamer. De natuur leert ons alles. En hetzelfde geldt voor herstellen. Dus je kunt niet continu van storm naar storm, naar storm, naar storm. Nee, je zult dus al die seizoenen door moeten geraken om weer te kunnen herstellen. Om weer een mooie en soms weer een strenge winter te kunnen doorgeraken. Om dan weer helemaal het lintje met helemaal het begin te kunnen maken. Dus zorg ervoor dat je nou klaar bent voor die strenge winter. Maar zorg dat je soms weer herstelt en geniet van de zomer die eraan zit te komen. Ja, omarm de grond. Herstellen is erg belangrijk. Hè. Door blijven hollen. Dus altijd je best blijven doen. Gebruik ook herstellen om dat te bereiken. Er lijkt een bepaalde golfbeweging te zitten in effort, rust en resultaat. Zeg maar. Ja. Die zijn aan elkaar gekoppeld op die manier. Je kan niet non-stop effort blijven plegen. Die paradoxen, de ontspannen inspanning. Ja. Iets wat ik niet wilde vergeten. We moeten alle vier toch langs? Wat zeg je? Moeten alle vier langs toch niet? Wil je ze alle vier even kort aanraken? Ja, perfect. Ja. Doe wat je uit zijn best had je nu gehad. Ja, dus de nummer twee was ik mee eens. Dat ging over maak het niet persoonlijk. Ja. Ja. Nummer één heb ik een kanttekening bij. Oh, interessant. Dat ging over integriteit. Je benoemde het anders. Wees onberispelijk met je woord. Wees onberispelijk. Ja, ik vraag soms aan deelnemers in mijn groepen van wie is voor jullie de meest inspirerende leidinggevende, de meest authentieke leidinggevende aller tijden? En wat ik dan vaak terug naar horen zijn twee namen. Wie zijn voor jou de twee leiders uit de wereldgeschiedenis die voor jou echt pal staan voor authenticiteit, inspiratie, leiderschap? Oh, uit de wereldgeschiedenis. Yeah. Ja, oké. Ik heb wat voorbeelden dichter bij huis. Maar ik ga je helpen, want ik denk dat je wil dat ik Gandhi en Mandela zeg. Ja, dat was een mooie toets. Ja. Hij heeft het boek echt gelezen. Maar die twee komen altijd. En wat ik dan... vaak van die leergang van authentiek leiderschap. Dan vragen mensen van wie is hier authentiek en wie is hier integer. Nou, ga al die handjes omhoog. Nou, voor mij vooral niet. Dus authenticiteit, dus Mandela Gandhi. Mandela was niet alleen een schuimmarcheerder, maar ook een bommenleger. Heeft meerdere mensen omgebracht. En Gandhi heeft volgens geschreven minimaal twee keer zijn vrouw met botbreuken het ziekenhuis ingeslagen. Ja. Nou, wat zegt dat? Er is hoop. He, dus niemand wordt integer geboren. Niemand is authentiek vanaf dag één. Ik vind het interessant dat je die stelling, die feiten, interpreteert als er is hoop. Zo van, nee, niet zelfs onze meest nobele lui zijn ook helemaal verkeerd. Nee, als zij het verkeerd doen, dan is er ook ruimte voor jou, is wat je zegt. We all got the devil inside. Ja, natuurlijk. Dus Mandela had maar één, en ook Gandhi gebruikte introspectie en paradoxen om te krijgen wat hij wilde. Dus hij wist dat hij tegen een overmacht en een Brits leger stond. Dus ja, geweld had geen zin. Ik wil niet zeggen dat de man helemaal geweldloos was. Nee. Nee, hij heeft geweldloosheid omarmd om te krijgen wat hij wilde. Omdat hij die andere wedstrijden was gewoon heel slim. Strategie. Dus weer die paradox opgezocht. En Mandela had natuurlijk gewoon één USP boven ons allemaal, die niemand echt wenst ontvangen. Hij heeft gewoon 27 jaar de tijd gehad om zelf reflectie te kunnen toepassen. Ja. 27 jaar de tijd om te kunnen nadenken. Wij hollen maar door en worden getriggerd door van alles en hebben niet de tijd om dat te doen. Ja. Dit is zijn grootste USP geweest. Ja. Anders gezegd, dus wees onberispelijk. Ja, zoveel mogelijk. Maar niemand is volledig onberispelijk. Zelf had dan de vraag die bij mij oproept, moet je dan alles maar vertellen? Nee, in mijn ogen moet je niet alles maar vertellen. En ook als je een bepaalde vraag krijgt die op dat moment, als je die volledig onberispelijk zou beantwoorden, meer schade zou opleveren dan dat je hem in een wat vaag gebied kunt houden om later daar onberispelijk op te kunnen zijn. Ja. Is voor mij belangrijker dan de ruwe waarheid. De waarheid wordt sowieso overschat.
Ja, en ik ben ook met je eens dat je wel moet kijken naar... Want je kan deze vier regels echt als een idioot uitvoeren. Natuurlijk zitten daar ook mitsen en maren aan. En ik denk dat met name bij de eerste... Want er zijn allerlei scenario's denkbaar... waarbij de waarheid 100% rauw spreken... Ja. De situatie niet verbetert. En ik denk dat je even moet kijken naar het effect wat je probeert te sorteren. Want als jouw effect is, want onberispelijk zijn met je woord... Er zijn twee dingen die ik bij mezelf heb gespot daarin. Mm-hmm. Ik kan, als ik de waarheid gebruik, kan ik gaan white knighten. Yeah. Ineens heb ik de moral high ground. Yeah. En als ik de moral high ground heb, nou dan ben ik pineut. Want nou kan ik je pakken. Ik ben unassailable. Yeah. En het ergste is dat dan vervolgens verandert in een black knight. En dan ga ik op strafexpeditie. Yeah. Dan ga ik jou straffen met de waarheid. Yeah. Waarschijnlijk omdat je mijn ego ergens gekwetst hebt of zo. en dan is waarheid ineens helemaal niet meer zuiver. Yeah. Dan is het de stok geworden. Yeah. En daar moet je een beetje op letten, denk ik. Want ja, ik zeg toch gewoon hoe zit, mag toch gewoon de waarheid zeggen? Hoor ik mezelf dan zeggen. Ik moet denken aan dat nummer van U2, One. Daar zit ook zo'n mooi stukje in. With the lepers in your head. Hoe was dat? Over een relatie. First you bring me in. Ja. En dan kom je met al die verwijten en eigenlijk sta ik weer met mijn lege handen en you bring the lepers in mij. Iets dergelijks. Ja. Dus ja, de waarheid van de ene is niet de waarheid van de ander. En wie zijn wij om de waarheid te verkondigen? Jawel, maar waar dit natuurlijk om gaat is dat er situaties zijn waarbij je donders als een vraag is. Hey, wie is degene geweest die dit of dat heeft gedaan? En je staat daar met 5 man en je weet dat jij het was en je houdt je mond. Op zo'n moment moet je gewoon even keurig je hand opsteken, is wat het zegt. Als jij het hebt gedaan, maar stel je weet dat een ander het heeft gedaan. Dus je wordt gevraagd van wie heeft dit gedaan en jij weet dat de ander het heeft gedaan. En je stapt naar voren, is dat dan onberispelijk? Nee, je hebt dan zowel... Dat is een heel interessante. Een ander gegeven op... Heel interessante. Want als je zou zeggen, als ik weet dat jij iemand hebt vermoord... en ze vraagt mij, weet jij wie die persoon heeft vermoord... dan vind ik dat ik moreel zou moeten zeggen... Hey. Zeker als het echt een moord was, conform zoals de wet als we die kennen. Als jij jezelf verdedigt tegen een of andere bully... wordt het moreel weer anders. Zou het maar zo kunnen zijn dat ik zeg, ik heb niks gezien. Ja. Dus integriteit ligt in heel veel vormen. En je hebt dus zelf op jezelf introspectie, zelfreflectie toe te passen... van is het integer wat ik doe... En bij sommigen kun je dan heel makkelijk antwoord geven. Dus zodra je daar geen antwoord op geeft, bijvoorbeeld op die moordvraag en iemand anders loopt gevaar omdat jij je mond houdt, ja, vind ik dat weinig integer. Ja. Maar stel dat er een iets minder belangrijk iets is en je stapt direct naar voren om daar een antwoord vanuit jouw waarheid en je weet ook dat dat mogelijk het geval is geweest, ontneem je ook de ander om een moment te pakken om later te kunnen zeggen, joh, ik stond aan de grond genageld, ik wist dat ik het was, maar ik kreeg niks uit mijn mond en ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om alsnog naar je toe te kunnen stappen om het te kunnen aangeven. En dan ben je het voor geweest. En is dat dan integer? Ja, en er zijn natuurlijk altijd nog de witte leugentjes die we vanuit de familiesetting kennen. Ja, dus staat dit leuk? Ja, dus, liefje. Dus de waarheid wordt sowieso overschat. Dus we hebben allemaal een bepaalde waarheid. En soms moet ook de waarheid maar gewoon eventjes niet boven tafel komen om... En er zit een ego aspect aan vast. Want wat maakt mijn waarheid beter dan die van jou? Waarom zouden we mijne moeten verkondigen? Ja. Nee, dat vond ik heel mooi over aannames gesproken. Dat was nummer 3, dacht ik. Ja, heel goed. Ik heb mezelf 2 dingen opgelegd. Ik heb geen visie. Ik verhaal het ook in... ik heb geen visie. En ik heb geen mensenkennis. Okay. Ik kan allebei uitleggen. Dus mensen, ja, geen mensenkennis, geen visie. Hoe komt dat dan? Hoe navigeer jij de wereld? Ja. Ja. Nou, visie, daar hebben we het al over gehad. Dus als ik denk hoe de wereld eruit gaat zien... dan overschat ik mezelf volkomen. Ja, ja, ja. En dat doen we dan allemaal. Dus die visie- en missiestatements vind ik echt grootste flauwekul. Sectoren en markten worden overnacht veranderd. Nou, en gezien maat is dat helemaal duidelijk geworden. Ja. Maar ook mensenkennis... Dus ik heb zelf 400 mensen in loondienst gehad. Vaak het gevoel gehad, ik heb de verkeerde aangenomen. Ik betracht mezelf nu om te zeggen, ik heb geen mensenkennis. En het levert me 2 dingen op. Misschien leuk om eventjes... Ja. Welke 2 dingen levert het mij op? Op het moment dat jij ervan uitgaat... Dat je ik tegen mezelf zeg, ik heb geen mensenkennis. Als ik er heel cynisch in ga zitten. Ja. Je voorkomt een ongelooflijke hoeveelheid teleurstellingen. Mm-hmm. Dat is 1. En? Nou ja, naast teleurstellingen zit er ook een andere kant aan. Ze kunnen je aangenaam verrassen. Exact dat. Ja, oké. Ja. Ja. Maar belangrijk dat je tegen jezelf zegt... ik mag geen aannames doen. Ik heb geen mensenkennis, dus ik zeg tegen mezelf... ik heb geen mensenkennis, dus ik zal donders goed moeten observeren... hoe het echt voor elkaar zit. Ik weet niet hoe het in jullie levens is gelopen... maar mijn leven zijn vaak mensen die ik, waarvan ik dacht... het zit zo en zo in elkaar. Gebeurde er iets wat echt compleet anders was. Mm-hmm. En ik heb meerdere malen... en ook in mijn huidige omgeving... dat mensen tegenkomen van... Nou, fantastische mensen. Ongelooflijk goede professionals. Ontzettend leuk, lief. Maar mijn eerste indruk was anders. Ja. En dat is weer dat duiveltje. Dat heel snel tegen mezelf zeggen.
Het zit zo en zo in elkaar. Terwijl ik achteraan moet denken, of ik krijg verhalen via vier te horen. Met een bepaalde negatieve blauwdruk. Ja, ja. Terwijl ik zelf constateer, nou, ik weet niet wat zij hebben meegemaakt. Maar mijn observatie over tijd is een compleet andere. Mijn beeld is een compleet andere geworden dan dat ik van iemand anders heb gehoord. Mm-hmm. Nou, en dan krijg ik inderdaad die opbrengsten, negatief en positief, in een andere context. Ja. Dus ik heb minder teleurstellingen. Wat ik ook sterker vind, is dat je mensen de kans geeft. En dat is ook zo. Want ik heb maar mezelf gemerkt dat ik niet dezelfde persoon ben bij alle mensen. Mm-hmm. Sommige mensen brengen het beste in mij naar boven. Ja, wil ik een beter mens zijn. Andere mensen die roepen de minder prettige kant van mij op. En ook dat zit in karakter, in chemie. Een van mijn beste maten is een bioloog. Ja. De Wolfman. Moet je echt een keer uitnodigen. Ja, oké. Okay, super ja. Interessant. Ja, top. Dus zodra er een wolf de Nederlandse grens passeert, dan is hij op televisie. Okay. Wij vormen allemaal een roedel. En wij mensen veranderen dus van samenstellingen in roedels. En in roedels heb je bepaalde gedragingen en bepaalde functies. En als jij dan twee alfa's in de groep, of twee omega's in de groep, je proeft gewoon dat de chemie in een bepaalde groep niet werkt als je een bepaald gedrag vertoont dat normaliter dichter bij je ligt. Ja, wat verschilt tussen een alfa en een omega? De omega is eigenlijk... dan moet hij helemaal uitleggen. Dus ik ben niet de bioloog. De omega is de... Uit mijn hoofd is dan de lonely wolf, de uitdager. Ja. Ja. Oh, de contender. Ja. Die net onder de alfa zit. Die observeert wanneer is de alfa verzwakt en wanneer kan ik zijn positie... In mijn ogen is dat... hij gaat dat veel beter uitleggen. Maar alles heeft een functie in zo'n roedel. En die functies veranderen dus ook in leeftijdsfase. Ja. Snap ik. Hey, dan nog even een vraag die ik er straks had. Want je liet er even wat dingen ontvallen. Toen het ging over bijvoorbeeld missies en een stukje zingeving accepteren in het leven. Yo, als je missie zou accepteren, dan puntje. Dat suggereert dat er iets is van een missie om te accepteren. Dat suggereert misschien iets van opzet. Misschien een groter plan. We hebben hier met een boel mensen gesproken over hun kijk op het doel van het leven, wat je doet. En wat we vaak terugzien is dat mensen daar hele verschillende kijk op hebben. Maar het leven is ook wel over het algemeen wel een leerschool. Ja. Maar we zijn wel even benieuwd hoe jij daar vanuit persoonlijk perspectief tegenaan kijkt. Ja. Is er een groter plan waar we een onderdeel van uitmaken? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar gewoon een heel plat antwoord op ga geven. Ja. Dus de zin van het leven is voor mij simpelweg de zin in het leven. Okay, perfect. Dus het grote plan bestaat er voor mij niet. Nee. Maar wel die koppeling naar jouw opmerking over storytelling. Er zit dus een verhaal in ons allemaal. Ja. Dus zodra je dat verhaal boven kunt halen, dan kun je ook de zin in het leven omhoog halen. Ah. Dus die bevlogen reis heeft bepaalde ingrediënten nodig en stimuli nodig, continu nieuwe brandstof, om die bevlogenheid, het wisselt continu. Ja. En zodra je je eigen verhaal weet te vormen, dan kun je op een gegeven moment ook die purpose voor jezelf ontwikkelen. En dan zul je zien dat die B-hacks of dat hoge doel eigenlijk allemaal dingen die relatief binnen 30.000, en niet 10.000, maar 30.000 uren te realiseren vallen. Ja, ja. In principe, in mijn optiek is dat bijna alles mogelijk om te realiseren. Maar dan moet je wel dus een leven leiden van passie, meesterschap en met name van doorzettingsvermogen. Ja, een goed leven, een vet leven, zoals de Stoics dat zouden. Maar zodra je je verhaal naar boven hebt gehad, zo zien dat allemaal eigenlijk gemakkelijk wordt. Dan kom je in die flow terecht. Ik hoef voor mezelf geen passie meer te ontwikkelen of enige wat hoef te doen. Oké, waar ben ik van? Van talenten helder maken. Oké, wat moet ik er nu voor doen? Ja, ik moet op zoek naar nieuw materiaal, nieuw boek, in ieder geval nieuw seminar, om dat te kunnen doen, om mensen te kunnen inspireren vanuit de hoe en de wat. Mm-hmm. Nou, wat kan ik ook doen? Ja, ik heb nu een promotierecht gekregen. Nou, hoe mooi is het om met een aantal promovendi bij me te geraken, die op basis van bijvoorbeeld onder de bevlogenheid, waar ik gepassioneerd om ben, om hun nieuwe status te realiseren. Mm. Dan worden de nieuwe doktoren, welke leeftijd dan ook, hè? Ja, geeft ontzettend veel energie. Ja. En aan het einde van de rit ben ik net zoals Paul de Blot, hopelijk 95. Nou, normaal gesproken gaan mensen van 95 en een klein groepje zelfs soms heel eenzaam richting een laatste omgeving. De begrafenis van Paul de Blot was helemaal uitverkocht. We waren in Nijmegen. Ik denk dat er 100.000 mensen waren. Het kon er niet in. Ja. Dan heb je echt een volmaakt... Dan was het leven goed. Geluid, ja, nee, 100%. En ik heb een beetje kippenvel, kan ik je zeggen. Maar het was gewoon grandioos. Ja. Dus wat hij heeft kunnen betekenen voor zoveel mensen. Hoe oud was hij toen hier?
kwam. 90 plus. Ja, ja. Was maar dan word je dus op je 94 nog steeds uitgenodigd om in een podcast van jullie niveau eindbazen te mogen zitten. Dus Paul was op zijn 94 nog steeds eindbaas. Was hij gewoon nog actueel? Was hij relevant? Hij heeft ons dingen geleerd. We zaten hier aan, we hingen aan zijn lippen. Ja. Dus nee, dat was ja, duidelijk. Communicatief werd natuurlijk wel iets moeilijker de laatste tijd, maar... Ja, nee, maar desondanks. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe deze man in de kracht van zijn leven was. Niet dat hij nu echt super... Ik bedoel, het was nu nog steeds een bright light. Ja. Maar moet je nagaan hoe hij op zijn 40ste, 45ste... Ja. Niet ja. Dat 50 niet nee, meer op je kracht. Nee, we hebben er veel over gesproken. En zijn levensreis is ook verhaald en diverse dingen terug te vinden. En ook Paul geldt om die link te maken met Mandela en Gandhi. Ook hij is in integriteit, authenticiteit gegroeid. Hè? Mm-hmm. Ook van alles meegemaakt in zijn leven. Wat hij allemaal heeft gebruikt, ik denk door introspectie. Om er zijn eigen levensverhaal van te maken. Dus dat hij op een gegeven moment, ook op latere leeftijd, volgens mij was hij 82, professor business spiritualiteit mocht worden. De man glunderde helemaal. Ja. Op zijn leeftijd werd hij gewoon professor. Ook nog piloot. Maar dat was voor ook, hem... Ook nog eventjes erbij. Ook nog eventjes. Maar dat was voor hem zo'n... Ja. Nou, heel eerlijk, het is de template voor mezelf die ik hoop te kunnen bewandelen. In de zin van, sowieso lijkt me die leeftijd me halen. 96 lijkt me een hele mooie leeftijd. En dan inderdaad op je 80ste... nog, als je het hebt over piketpaaltjes, als je het hebt over angsten, gepiekt hebben. Dat lijkt me echt een grote angst. Die kiss of death waar je het over had, dat resoneert wel bij mij. Zo van dat je terugkijkt, dat je weet, het gaat niet meer beter worden als dit. Nee. En mensen als Paul geven mij voorbeeld dat helemaal niet waar hoeft te zijn. Nee, maar het mooiste dan is dat derde element, het resoneert. Dus Paul gaf heel veel, maar daardoor kreeg hij ook heel veel energie van jonge mensen, van professionals, et cetera. Dus hij werd overal nog voor uitgenodigd, congressen. Ja. Nou, hij glom en glunderde. Ja, we hebben samen met de Erasmus Universiteit het rendement van geluk gedraaid een aantal jaren. Nou, weet je, eigenlijk loop je dan bij de concurrent. Maar wij deden dat met z'n wij vonden dat geweldig. Ja. Dus door te geven, ontving je ook heel veel. Ja. En met name energie. Dus als je 45 of 6 zijn energie mag hebben... Nou, weet je, ik zou me... Handje dicht hebben. Ja, maar dat het dus resoneert. Dus een opdracht naar buiten resoneert terug. Ja, dat vind ik de mooie. De lemniscatische en het paradoxaal denken. Ja. Je doet het eigenlijk voor jezelf. Ja, ja, maar dat is niet erg. Ik denk helemaal niet zo. Want daarmee wordt het ook weer beter voor de rest. Ik vind egoïsme een hele vervelende karaktereigenschap. Maar egocentrisme... is af en toe hartstikke belangrijk. Mm-hmm. Ja, en je moet niet onthouden dat ze je in vliegtuigen ook niet voor niets uitleggen. Dat je eerst even voor jezelf moet zorgen voordat je de rest van de mensen naast je gaat helpen. Dat is de metafoor die vaak voorbij komt. Ja. En zeker in deze tijd, hè, dat we met z'n allen inderdaad in gelijke hokjes worden gestopt. En als je daar niet in functioneert, dan word je ook snel afscheid genomen. En als je dan niet aan jezelf hebt gewerkt en je hebt niet... energie, eigenaarschap, verbondenheid op jezelf toegepast. Ja, je komt ernaast te staan. Ja. En dat is iets waar ik me wel zorgen over maak. En dan moeten we misschien maar... is dat er een wereld komt van haves en have-nots. Ja, dat we begonnen met de devil outside, de economie en cycli. Dat mensen die inderdaad niet mee kunnen of meegaan... tot de have-nots gaan behoren... en te weinig uit hun talenten gaan halen... en te weinig energie aanwenden om een eigen story... een eigen verhaal prachtig te duiden. Ja. En dan min of meer, ik ga er geen label op hangen... maar een soort van verloren leven. Ja. In ieder geval niet alles uitgehaald hebben. En dat zou ik hartstikke jammer vinden. Maar nogmaals, dat is mijn opdracht van helden talenten maken. Van talenten helden maken. Iedereen heeft het in zich om... Ja, dat is een van de grote tragedies. Ik geloof dat het uit Walden komt, van Louis Theroux. Most men live a life of quiet desperation. Ja. En het ergste gedeelte van die quote... Go to the grave with the song still in them. En dat is het ergste, denk ik. Dat als je terugkijkt op je leven... dat je weet, nou, dit, ik heb er niet uitgehaald wat erin zat. Ja, ja goed, er is een onderzoek van de Universiteit van Sydney... over die ziekenhuiszusters. Die vier vragen stelden aan mensen die vlak voor hun sterven zaten. Nou, dat was angst en ik heb het niet volledig uitgehaald. En te weinig tijd aan vriendschappen besteed. Ja. We denderen maar door. All work, no play. Ja, en dan word je een dull boy van. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, nou, nogmaals, ik houd het ook maar heel klein. Dus ik heb voor de rest ook geen grote opdracht. Dus ik betracht het op mezelf. En de mensen in mijn omgeving probeer ik te ondersteunen. Ik kan ze niet helpen, maar te faciliteren en te coachen. Ja. Mogelijk dat ze dirigeren, mochten ze daartoe wensen hebben. En uiteindelijk draait het om je eigen bevlogen reis. Ja, nou, zo van een afstandje beschouwd gaat dat je voorlopig nog wel goed af. Ik heb net een kiss of death eventjes afgelegd en nu op naar nieuws. En moeilijk zeggen, ik had er hartstikke veel zin in vandaag. Ja, leuk. Mij ook. Om jullie weer te ontmoeten. En, ja, top man. Nou, ik heb met veel bewondering ook naar jullie gekeken de afgelopen jaren. Ja. En weet ook, we hebben het gehad in de eerste keer over 10.000 uren.
En inmiddels is er nieuw onderzoek, ook van de heren zelf, Gladwell en Eriksen, dat het dus niet gaat om 10.000 euro om daar een haakje naar jullie te leggen. Ja. Het gaat dus echt om 30.000 euro. Ja. Je moet dus 30.000 euro, oftewel eigenlijk 15 jaar, volledig met je vakgebied bezig zijn om echt jezelf een expert te mogen noemen. Ja. Dus ik ben in 2005 begonnen met een studie bedrijfskunde, nu pas. Jullie zijn nu een jaar of 7 onderweg? Nee, 5 jaar volgens mij. 5 jaar onderweg? Ja. Nou, dus moest moeten nog 10 sowieso. Moest kijken wat jullie dan nu al bereikt hebben. Welke gasten jullie hebben mogen ontvangen. Wat voor naam het heeft gekregen. Grote complimenten. Ja, dankjewel. Nou, als het gaat over framing, heb je daar zelf echt een heleboel aan bijgedragen. Denk je nog, weet je nog wat jij mij verteld hebt? Denk je? Wat mij heel erg, dat heeft mij nog steeds, elke keer als ik hier naartoe rijd, speelt dat nog steeds in mijn hoofd. Nou, ik ben nu al, ik weet het niet meer. Maar... Wat jij zei tegen mij en wat mij echt de ogen opende, is van jullie hebben een leerfabriek voor jezelf neergezet. Ja, ja, en sinds jij mij dat zei, ben ik dit gaan behandelen als 2 keer per week verplicht naar college. Ik zit hier met als doel, ik moet hier weg met kennis. Ja. En dat komt omdat jij zei van ja, maar je hebt hier de kans om met echt die goeroes aan het hoofd te zitten. Want laten we wel eens aan het begin toen je zaten, was ook een beetje ego gedreven. Maar mede door dat soort mensen, ja, maar dit is echt een buitenkans inhoudelijk gezien, jong, om kennis voor jezelf op te gaan halen. Dus zo probeer ik het ook echt te benaderen. Ja, en ik wist dus toen ook nog niet dat jullie bezig waren met het idee om die 12 waves op te gaan richten. Een soort van eigen academy. Maar dat is gaandeweg ontstaan door alle kennis die je hier opdoet. En ik durf te zeggen, dus als je nog 5 jaar verder bent, en niet alleen heeft dit een nog grotere naam gekregen, en nogmaals, ik hoor van diverse kanten al, ik had mijn collega uit mijn team, Emba, gezegd, goed, dit is een, ik ga naar een podcast doen, D&D. Ja, nee, geweldig. Oh, leuk, ja. Dus het begint nu ook overal. Dus dat bereik je dan in 5 jaar om te kiezen voor kwaliteit en ja, we zien dat zelf soms een beetje terug. En dan vind ik dat steeds nog ook nog een beetje moeilijk om te horen. Maar bijvoorbeeld, we hadden die laatste Giel Beelen. Ja? Ben ik regelmatig luisteren. De vrouw van een van de grootste strafrechtadvocaten. Oh, zijn naam ontschiet me even super slecht. Maar die was die laatst ook. Ja, mevrouw, ik luister jullie elke ochtend bij proxy. Want mijn vrouw heeft jullie aanstaan. Ja. Ik was die nou laatst... Harry Boomsma. Ja. En dan merken we, dit komt blijkbaar bij meer mensen binnen als wij hadden verwacht. En dat is echt heel erg leuk om te merken. En dat is dus ook hartstikke mooi om dan richting het einde dan te... Het is dan weer dat lemniskaart ijdelheid, bescheidenheid. Ja. Daar moet je hartstikke trots op zijn. Ja, ja. Dit heb je samen met een team voor elkaar gekregen, dat mensen dus nu buiten, zonder dat je het weet... Ik heb ook mensen die boeken lezen, ik weet het echt niet... Dat ik dan af en toe 4-4 hoor van, hij wordt echt geweldig boek gelezen. Zeker. Ik voel me gigantisch trots. Mijn ijdelheid springt dan op. En ik weet van, ik moet me wel. Maar je mag hier ook hartstikke trots op wezen. Nou, en het punt wat jij maakte met dat het terugresoneert en dat het gunstig is voor mij, als je het nou hebt over purpose. Ik kom ook uit een setting waarbij ik duidelijk niet op mijn pad zat, zeg maar. En dat voelde op een bepaalde manier. Toen heb ik bepaalde stappen genomen en toen kwam ik hierop. En dat voelde op een andere manier. Dacht ik, oké, nu zit ik op de juiste snelweg. En toen ineens kwam... ondervond ik aan de lijve de wet de wederkerigheid. Omdat we geven het allemaal gratis weg. En we krijgen best wel vaak mailtjes. Mm-hmm. Soms feedback over hoe het beter kan. Mm-hmm. Maar ook heel vaak over de positieve impact die het heeft gehad op thema's. En dan lees ik soms dat mensen hun shit voor elkaar hebben gekregen. Omdat ze hier iets, bijvoorbeeld jou, hoorden zeggen. Waardoor hun leven nu exponentieel beter is als dat het was. Ja. En als je dat leest, dan gaan er bepaalde beloningsmechanismes af. Ja. En die energie, als ik die dan vervolgens weer in mijn boek of iets anders schiet, daar word ik ook weer beter van. Ja, maar om die theorie dan even te staven. Jullie hebben dat jullie programma eindbazen genoemd. Ik ken die hele term in 2015 helemaal niet. Ja, maar jullie zijn dus nu eindbazen geworden. He, dus door een programma zo te noemen, in een bepaald format, in een bepaalde categorie, word je zelf, als je kiest voor kwaliteit en je doet het zo lang en met zoveel uren, word je zelf ook een eindbaas. Nou ja, maar dat is nu, zeker als we jouw verhaal van de 30.000 uren even volgen. Alles kost pijn. Ja, kost alles tijd. Dan is dat met name ook een beetje om autoriteitschap bij proxy. Ik sta op de foto met Bas Kodde. Bas Kodde weet veel over leiderschap. Michel zal er ook wel een beetje over weten. Zo werkte dat in het begin. Maar zo werkt het met alles. Ja. En dan ook kiezen gewoon voor kwaliteit. En mensen waar je de lat gewoon hoog leggen. Jullie hadden ook alle andere gasten kunnen noemen. En nogmaals, ik vind het dus nu... De eerste keer 2015 dacht ik, waarom zou ik hier aan meedoen? Ja. En eerlijk gezegd, ik had het nooit van eindbazen gehoord. Ik kende de hele term nog niet. Alleen degene die voor mij zat, voor die man had ik enorme bewondering. Ja. En nog steeds hoor. Wie was het ook alweer? Jos Burgers. Oh ja, ja, zeker. Ja. Nou, met de wederkerigheid, daar heb je hem. Ja, en dus als Jos er gaat zitten en die zegt altijd, je moet niks gratis weggeven en geen korting en al, dat zijn allemaal zijn stokpaardjes. Maar ik kreeg er ook niks voor in 2015, voor zelfspreken. Maar ik dacht, normaal heb ik een seminar van, dit is mijn tarief. Maar Jos doet er blijkbaar ook voor niks. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom ik er ga zitten. Maar je was er wel, daar waren we heel blij mee. Ik vond het hartstikke leuk.
Uiteindelijk, waarom doe je het ook? Dat zal je mogelijk niet vreemd zijn. Je doet het voor ervaringen. Ja. En het tweede wat ik doe, is ook een prachtig boek om een keer te lezen. Je doet het ook voor legacy. Hey, dus mijn boeken en mijn tastbare dingen, dat zijn mijn legacy. Dus niet de titels, niet de functie, et cetera. Dat zal mijn kinderen echt worst wijzen. Mm-hmm. Misschien zelfs nadelig. Maar hier gebeurt dus op die twee items gebeurt precies dat. En dus leggen de zaken vast. We hebben een gesprek over hoe we ons nu voelen, hoe we nu in het leven staan, hoe we nu denken op bepaalde dingen. Dat staat nu op beeld. Ja. En het is voor mij weer een ervaring vanochtend. En als de wereld blijft... Kijk, er zullen altijd dingen gebeuren. Maar als het enigszins constant doorgaat en we houden de stroom aan, dan kan het maar zo zijn dat dit over 1000 jaar nog gevonden kan worden. Ja. En dat vind ik een heel fascinerend idee. Legacy. Ja. Je maakt iets tastbaar. Ja. En door te kiezen voor een bepaalde format en een bepaalde kwaliteit, word je dus op een gegeven moment, het resoneert terug. Dus je nodigt eindbaas uit. Dus vond het voor mij toen een veel zo hoge titel. Maar geweldig, dat streelde wel. Ja. Ik vind het normaal een eer dat ik nu terug mag komen. Maar door te kiezen dan voor zoveel mensen met impact en met een bepaalde status, krijg je dus op een gegeven moment een format waarvan ik nu zeg, nee, ik mag vandaag naar eindbazen. Ja. Ja. Terwijl ik het eerst in 2015, waarom zou ik het doen? En nu is het voor mij een voorrecht om te worden uitgenodigd. Ja, superleuk om te horen. Dat doe je in 5 jaar. Ja. Nou, moest kijken wat er in de volgende 5 jaar kan ontstaan. Ik wou net zeggen, en als we dan nog eens 5 jaar... Kijk, wij vinden dit echt nog steeds geweldig. We zijn er nog steeds niet mee verveeld. We ontwikkelen er. We komen er op allerlei plekken mee waar we anders nooit zouden zijn gekomen. Ja. En het is prachtig. En ik denk dat het inhaleren van kennis, waar dan ook vandaan, dat zal blijven. Hmm. En daar zit ook jullie purpose in. En de hoe en de wat zullen mogelijk gaan veranderen. Dus die 12 wezen, dus misschien denken we, oké, dat gaat zo echt beginnen te rollen. We gaan een academy of et cetera, Wiegert is nou een boek aan het schrijven. Ja. Maar op een gegeven moment gaat dat rollen. En dan zul je zien dat de wat en de hoe ook enorm gaan renderen. Ja, en als je kijkt, als je mij 5 jaar, 6 jaar geleden had gezegd van, hé, Mies, je gaat een podcast beginnen. En dat ding gaat ervoor zorgen dat je het onderwijslandschap in Nederland een bepaalde kant op gaat meegeven. Dat ik zeg, maar hoe dan? Ja. En dat komt zo ineens. En dat is het interessante eraan. Je steekt het werk in. En het is nog niet helemaal duidelijk hoe het... Ja. Wat er uit gaat komen, maar ineens zie je daar, hey, what the fuck, er ontstaat hier iets. Dat is echt geweldig om te mogen ontvinden. En onderweg heb je in een flow gezeten. Ja, nee, zeker. Zeker. Obstakels, flow. We hebben hier wel eens, ik heb letterlijk in deze studio met tranen van het lachen, maar ook met tranen van verdriet, hebben we hier gezeten. Mm-hmm. Dus het waren ups en downs met van alles en nog wat. En als je het hebt over doorzettingsvermogen, we hebben ook wel eens een paar keer door wat muurtjes heen moeten duwen. Mm-hmm. Niet nee als antwoord nemen om bepaalde mijlpalen. Ja. Bijvoorbeeld het interview met Jordan Peterson was een mini monomythe op zich. Waarbij we eerst een ontzettende teleurstelling kregen. Het heeft ons boos gemaakt. Hebben ons nog druk gezet via omwegen. Als je het hebt over aanpassingsvermogen. Ja. Nou, ik noem dat dus vasthoudendheid. Dus het is een vorm van doorzettingsvermogen. Ja. Maar je krijgt het niet... We kregen het niet cadeau. Het komt je niet zomaar aan. En dan weet je dat je creatief moet zijn om het via een andere weg ook voor elkaar te krijgen. Ja. Dus niet uithoudingsvermogen, volhardendheid. Volhardendheid. Nou ja, dat hebben we nodig gehad. En als we dan Wiggert er ook nog even mogen bij betrekken, dan kun je inderdaad de docu waar we het al over hebben hadden gezien, die beste jongen ook behoorlijk volhardend is. Nou, zeker. Dus supermooi. Hey Bas, ik denk dat we een beetje aan het einde zijn gekomen. Ik heb weer een boel food for thought. Ik vind het echt fascinerend de onderwerpen waar je mee bezig bent. En ze resoneren in ieder geval heel erg bij mij. Ik vind het echt geweldig. Ik ben ook met dit soort thematiek bezig. Dus ik heb weer een heleboel dingen geleerd. En ik ga mijn beleggingen verzilveren. Cash is king. Oké, hey, dankjewel. Als mensen jou willen contacteren of dat ze het leuk vinden om een seminar te krijgen of iets meer over je boeken willen weten, waar kunnen ze jou vinden? Ja, gewoon via website. En simpelweg ook gewoon een mailtje sturen. Ja. bas@korrel.net. Nou, oké. There we go. Dan zou ik de luisteraars en jou natuurlijk ook weer willen bedanken voor de tijd en energie. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao. Dank jullie wel.